Gegroet, superieure wezens. Gegroet, superieure organismen. We zijn allemaal het menselijk ras. Ons gemeenschappelijke vijand is de dood. Welkom op Play. Ik ben Oerig Hofman. En dit is de livestream bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. Tja, waar gaat het nou allemaal om in werkelijkheid? Ik zal eventjes wat dingen laten zien die ik heb geselecteerd voor deze uitzending. Hij doet het. Oké, dus dit is waar het vandaag over gaat. Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. De vergadering moet nog plaatsvinden. Die is nu bezig in de Troelstrazaal. Deelnemers. Geen FVD'ers. Nou, idee 2020 heeft daar waarschijnlijk ook meer mee te maken. Bescherming persoonsgegevens, geen informatie delen met derden. Privacy. Idee 2020 op Wiki. En veel mensen hebben het over het merkteken van het beest. Bijvoorbeeld op rd.nl, ik heb dit niet gelezen, religieuze mensen die denken dat de quantum dot tattoo het merkteken van het beest is, dat er een merkteken zal zijn zonder welke mensen geen voedsel kunnen kopen, helemaal niks meer kunnen kopen, nog verkopen. En dat is Openbaringen 13 vers 18 bijvoorbeeld. King James Version. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. 666. Tja, Bill Gates heeft een naam voor zichzelf gemaakt. Even kijken of ik hier meer informatie kan vinden. Dan zou ik het hele Bijbelgedeelte moeten bekijken. The name of the beast. Bill Gates heeft natuurlijk een naam voor zichzelf gemaakt. Microsoft. Or the number of his name. En dan is er een Microsoft patent wat wordt aangehaald. Dit patent heeft het nummer 060606 in de titel Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Dus dat wordt daar vaak bij aangehaald. Dus dan is de vraag, wat kunnen ze hier allemaal mee tracken? En hierbij wordt ook gesproken over een chip. Maar de quantum dot tattoo is geen chip. Er zijn verschillende patenten, Visible
to near-infrared light probe comprising complex of C-predina, Lucifer rays and quantum dots. En microneedle drug delivery device met micronaaltjes, de quantum dot tattoo. En er is ook een gebod tegen het nemen van een tattoo. Gabbat.org, not to etch a tattoo on your body. Leviticus 19:28. En dat is nummer 72 van de 613 geboden van het Jodendom, Judaïsme. En een quantum dot tattoo is natuurlijk een tattoo. Dus dat zijn wat patenten die daarmee mee te maken hebben met de bescherming van de persoonsgegevens. Want dat kan natuurlijk gekoppeld zijn aan een database die nog veel meer gegevens over de persoon bevat. Ook een YouTube video hierover, Microsoft March 2020 Implanted Chip Patents. En hier zien we die sensor nummer 140. Dus wat gebruiken ze als sensor? De quantum dot tattoo zelf kan waarschijnlijk niet als sensor dienst doen om de lichaamsactiviteit data te kunnen registreren. Dus het is nog een beetje vaag allemaal. Wat had ik nog meer geselecteerd? Ja, Leviticus 19:28 wilde ik hierop bekijken. Maar misschien is het beter om Gabbat.org te gebruiken of een lijst van de 613 geboden. Op Gabbat.org bijvoorbeeld. Mitzwa gebod nummer 72, not to tattoo the skin, Leviticus 19:28. Oké, dus dat was even een intro en dan kunnen we overschakelen naar de livestream in de Tweede Kamer als die het doet. Misschien moet ik hem weer even herstarten. En ja, als het gekoppeld zit aan Gene Drive Massa Extinctie Technologie, waar 170 globale groepen een moratorium op willen, denk ik dat veel mensen dat niet willen. Die 170 globale groepen, dat zijn natuurlijk heel veel wetenschappers, doktoren, professoren die bij de Luciferiaanse VN-conventie waren. En daar heb ik ook uitzendingen over gedaan. Dus er zijn vrij veel mensen van op de hoogte. Ik mijn spreektijd voor het weergeven van deze vanzelfsprekendheden. Nou, omdat ze helaas vandaag niet zo vanzelfsprekend meer zijn, voorzitter. Omdat ze zelfs zwaar onder druk staan. Omdat aan de onderhandelingstafels in Brussel voorstellen worden besproken die neerkomen op een situatie zoals in het fictieve scenario dat ik hiervoor schetste. En dat willen zowel de PVV als BVNL voorkomen. Dus zeggen we nu heel duidelijk, ja, we willen de verspreiding van kinderporno aanpakken. Maar niet door alle foto's van iedere cloudgebruiker preventief te laten scannen en opslaan. Ja, we willen witwassen tegengaan. Maar niet door alle transacties van alle mensen in een grote database te verzamelen. En ja, we willen criminelen achter de tralies krijgen. Maar niet door politie en veiligheidsdiensten met al het berichtenverkeer mee te laten lezen. En ook niet door algoritmes, die trouwens verre van foutloos zijn. Wij willen dat niet. Nu niet en nooit niet.
Wij zijn tegen een digitaal sleepnet, massasurveillance via gezichtsherkenning, tegen een digitale variant van alle burgers 24/7 preventief fouilleren. Iedere democraat zou hier tegen moeten zijn. En ik vind ook echt dat Nederland aan de onderhandelingstafel in Brussel bij het bespreken van zo'n voorstel moet opstaan en weglopen. Dank, een interruptie van mevrouw Koekoek-Volt. Ja, dank. Een vraag eigenlijk, want dit is natuurlijk een dystopie die wordt beschreven, die ik ook niet wil. Maar welke Brusselse voorstellen hebben we dan concreet specifiek over? Van Weerdenburg. Nou, bijvoorbeeld de CSAM regulation. En ook dat we hebben laatst nog, dat was bij een andere commissie, een technische briefing gehad over, dat, over de verordening om verspreiding van kinderporno tegen te gaan. En zoals het er nu ligt, willen ze gewoon eigenlijk mogelijk maken dat, ja, dat foto's op wat voor manier dan ook, er is helemaal geen techniek die dat kan, maar dat leggen ze dan lekker neer bij de providers. Die moeten dat dan maar mogelijk maken, dat daar door algoritmes preventief gescand wordt met bekende foto's. En dat dan tegen een bepaalde database wordt gecheckt. En en ook over de communicatie. Dat als je dat dan leest, hoe het er nu ligt, dat is dan alle communicatie. Zowel chat-apps als game-platforms waarin wordt gecommuniceerd. En ja, je gelooft het bijna niet, omdat het zo inderdaad dystopisch is. Maar dat is toch echt wat er wordt voorgesteld. En nogmaals, je kan er wel bij zeggen, en dat doen ze in Brussel dan ook, van ja, nee, we gaan niet morrelen aan encryptie. Maar, en dan komt er maar, we gaan dat met eerbiediging van de privacy gaan we toch overal meelezen. En dat kan dus gewoon niet. Er is niet een vorm, je kan niet het ene en het andere combineren. Het is of je hebt encryptie, of als je mee kan lezen, dan is het dus niet er is geen privacy. Dus daar ageer ik een beetje tegen, dat ze het allemaal zo verkopen van nee, natuurlijk, we gaan niet aan privacy komen. Nee, en het moet allemaal in de haak zijn. Maar de uitwerking hiervan is dus wel wat ik heb geschetst. Helder, dank. Wilt u nog een vervolginterruptie? Ja, mevrouw Koekoek, gaat ervan. Nou ja, want op zich kan ik kan hem wel volgen op het moment dat wordt eigenlijk beargumenteerd van laten we heel waakzaam zijn met op het moment dat je nieuwe opsporingsmethodes inzet en dat soort dingen. Dat je niet iets weggeeft wat fundamenteel belangrijk is voor recht op privacy. Maar eventjes bijvoorbeeld op zo'n verordening om de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Dat je dat checkt tegen een bestaande database van mensen die toch al verdacht waren, is op zich misschien niet onredelijk. Dus waar ik een beetje naar zoek, is wat zou dan nog wel kunnen? Juist ook om dit soort dingen te stoppen. Want verspreiding van kinderporno willen we natuurlijk allemaal bestrijden. Ja, mevrouw van Weerdenburg. Ja, eens. En dat laatste wordt tegenstanders van deze verordening nogal eens verweten. Van, als je hier tegen... Nou, ik weet niet of de politie dat al doet. Als pedojager te werk gaan. Er zijn ook filmpjes van op YouTube in Engeland... werd het vrij vaak gedaan. Ik weet niet of ze er nog actief mee bezig zijn. Dus dan doet een politieagent zich voor als een kind op een of andere platform. Een minderjarig kind, 12 jaar of zo. En die probeert een afspraakje te maken met een volwassene. En die volwassene stuurt dan een foto van het geslachtsdeel. En dat moet toch al voldoende zijn voor een politie om in te kunnen grijpen om iets te doen, lijkt mij. Dat is een poging om met een minderjarige persoon een afspraak te maken. En dat is altijd seksueel misbruik als dat met een minderjarige persoon gebeurt. Het andere punt over de cloud scannen met een database. Tja, wat gebeurt er dan met kinderporno die nog niet in andere databases te vinden is, die wordt dan niet gevonden. En anders heb je personen die al die foto's gaan bekijken van mensen. Dus dan is er geen privacy wat dat betreft. Ik zou dat niet zo'n probleem vinden en veel mensen hebben het toch op hun harddisk. Dus het is een idee om dat makkelijker te maken voor politie of zo, dat ze speciale teams hebben die dat doen. Dat was mijn idee daarover.
Is het niet een weging juist van die rechten en die plichten van al die burgers? Hè? Dus net kom even bijvoorbeeld kinderporno langs. En je zou ook andere voorbeelden kunnen noemen. Dan gaat het natuurlijk over een hele complexe afweging tussen het belang van het kind, het belang van de privacy van het individu. Maar je zou dezelfde discussie ook kunnen voeren over publieke waarden als veiligheid, democratie. Dus maakt u het recht op privacy niet te absoluut, terwijl andere publieke waarden of grondrechten van andere burgers behartigd geborgd moeten worden? Van Weerdenburg. Voor zover ik weet is die kinderporno op het dark web te vinden. Dus daar ligt dan meer het probleem. Maar het is gewoon illegaal om dat op een harddisk te hebben. However, dat is dan niet hun eigen harddisk als het in een cloud ergens staat. En het is ook de vraag of mensen hun eigen adres opgeven. En ze kunnen ook een VPN gebruiken en zo. En encryptie. Dus ja, ik vind het... Het lijkt mij dat het mogelijk moet zijn dat mensen die clouds scannen op kinderpornografie en misschien mogelijk ander materiaal. Je kan ook zeggen, nee, die privacy moet beschermd worden. De overheid kan ook genocidaal zijn. En alle informatie die de overheid vergaat kan gebruikt worden om de wereldbevolking uit te roeien en voor eigen belang, eigen gewin, geld, macht. Dus het is vrij gecompliceerd. Maar ik ben er wel voor om dat mogelijk te maken. Dus zou je ook een team moeten hebben wat internationaal kan werken. Als bijvoorbeeld bij meldpunt.org iets wordt opgegeven en dat zit in het buitenland, dan moeten zij samenwerken met de politie daar om die mensen op te sporen en te vervolgen die kinderporno hebben gemaakt. Dus een kopie ervan is weer wat anders dan de makers die ook kinderen misbruiken en misschien zelfs doodmartelen voor adrenochrome of andere onrechtmatige dingen doen. Om dat stop te zetten en de kinderen te beschermen. Dat is natuurlijk het eerste. Dus het is wel een interessant gesprek. Het gaat niet echt over idee 2020. Maar goed, misschien komt dat nog. Denken, als je daarmee kunt voorkomen dat we iets afschuwelijks als kinderporno bijvoorbeeld kunnen tegenhouden. Dus waarom maakt u dan die vrijheid van meningsuiting zo absoluut als we bijvoorbeeld ook andere grondrechten, bijvoorbeeld van kwetsbare kinderen, kunnen borgen? Dus ik zeg niet dat u dat niet wil, maar het gaat over de afweging van grondrechten. En u maakt mijn zinziens één grondrecht, namelijk vrijheid van meningsuiting, en we weten dat dat voor de PVV heel belangrijk is, dat maakt u zo absoluut dat we die andere grondrecht van heel veel andere mensen misschien niet kunnen borgen en een aantal publieke waarden, zoals een democratische samenleving overeind houden. Mevrouw van Weerdenburg. Ja, voorzitter, lopen twee dingen even door elkaar. Kijk, over het aanpakken van kinderporno en wat online wel of niet gepost wordt plaatjes die niet... Volgens mij, er zijn al algoritmes die daar op controleren. En dat is nog heel iets anders dan op mensen hun eigen telefoon checken in de eigen cloud. Ik bedoel, ik denk niet dat heer Bontebal mij zijn telefoon eventjes wil geven, even unlocken. Dat ik gewoon even al zijn gegevens, alle foto's, even check of er niet iets raars in. Dat is toch van een totaal andere orde dan dat Facebook of Twitter een algoritme mee laat lopen om rotzooi van het platform te houden. Dat zijn twee afzonderlijke dingen. En dat gebeurt volgens mij al. De vrijheid van meningsuiting is de discussie over de social media platforms en wat ze wel of niet moeten reguleren. Niet in een wet, maar met regels. Kijk, het punt is dat het is zo'n glijdende schaal. Kijk, we kunnen het over kinderporno en over dingen, een heleboel dingen zijn we het eens. Maar dan gaan we verder. En als ik dan even het verkiezingsprogramma van BVNL en PVV erbij pak, laten we eens durven. Wat zou misinformatie, desinformatie, schadelijke
content kunnen zijn voor de kwetsbare mensjes op Twitter. En nou, ik denk dat we dan best wel heel veel kunnen afvinken van het PVV-verkiezingsprogramma. En dat alleen zou al moeten zeggen van, ja, oké, dit is een gebed zonder eind. Hier moeten we niet aan beginnen. Het feit alleen al dat, kijk, ook of je gekwetst bent of niet. Dat is zo persoonlijk. Ja, ik zal dat is dan afrondend. Het is niet een absoluut gegeven. Kijk, waar u allemaal gekwetst door raakt, dat is verder niet mijn verantwoordelijkheid. Als ik me aan de wet... Sommige mensen zijn gekwetst door het alleen al het feit dat ik hier aan tafel zit als vertegenwoordiger van het PVV. Dat, ja, dat kun je toch niet reguleren? Mevrouw Katman, interruptie. Ja, ik heb echt heel veel vragen. Laat ik het bij één vraag houden. Ik heb eigenlijk de vraag van mevrouw Koekoek nog niet beantwoord gehoord. En dat is welke massa 24/7 massa surveillance wet wordt er op dit moment in de EU voorbereid? Mevrouw van Wedenburg. Nou, dat is die verordening om die eigenlijk encryptie in feite teniet doet. Door mee te kijken bij alle communicatie. En dat gaat over WhatsApp, dat gaat over chat-apps, enzovoort, enzovoort. Ook in game-platforms, de messages. En dat is de uitwerking daarvan. En het klinkt heel erg onwaarschijnlijk, maar dat is daadwerkelijk wat het plan is. En dan wordt erbij gezegd, ja, natuurlijk wel, met behoud van privacy enzovoort. We gaan encryptie niet teniet doen, maar het moet wel mogelijk zijn om overal mee te kijken en om in ieder geval dan maar het onzichtbare algoritme, dat zijn geen mensenogen, dus dan wordt het ineens wel acceptabel, gewoon om te checken of je niks raar zegt. En ja, het is te bizar dat we hier überhaupt een discussie over voeren. Dat zou iedereen toch gewoon meteen moeten afschieten. Het gaat over de CSAM regulation. Dat was volgens mij de onduidelijkheid. Ja, van de aangenomen Kamermotie ook. Mevrouw Katman, nog een vervolginterruptie. Nou, ik zou dan toch graag mevrouw van Weerdenburg op hart willen drukken om gewoon goed naar die voorwaarden van die wet nog eens te kijken. Want ook de discussie ging, wat mij betreft, daarom zei ik ook, het ging een beetje, ik heb heel veel vragen, want het ging een beetje alle kanten op. Want uiteindelijk eindigden we ermee. Als mensen zich een beetje gekwetst voelen, alleen al omdat ik bij de PVV hoor. Maar volgens mij ging daar de fundamentele discussie niet over. De discussie gaat erover dat mevrouw Weerdenburg zei het zelf al, onze offline rechten en plichten, die moeten even stevig zijn als online. We weten alleen allemaal dat dat niet zo is. En we zijn op zoek naar die ongelooflijke, gigantische toename van digitale criminaliteit, van eigenlijk alle ondermijning die zich steeds meer digitaal plaatsvindt, waar ook kinderporno onder valt, maar ook structurele discriminatie en noem het maar op. Hoe je dat kan tackelen, hoe we daar tot een set aan maatregelen komen met de nodige waarborgen om ook het recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen. En die zoektocht, die zie ik terug bij dit kabinet, die zie ik terug in dit huis, die zie ik terug bij de EU. En ik zie echt nergens een verhaal, een wet of een schrijven terug waarmee er 24/7 massasurveillance gepleegd gaat worden en waarbij alleen maar de tere zieltjes die de PVV al niet kunnen duchten bediend zullen worden. Ik wil me daar ook een beetje verre van laten en ik vind het ook echt geen recht doen aan die fundamentele zoektocht die we met z'n allen te beslechten hebben om gewoon die samenleving weer goed op de rit te krijgen. Ja, dank. Laten we hier ook geen debat over CSAM van maken. Dat behoeft echt een ander debat. Het staat nu ook niet op de agenda. Maar mevrouw van Weerdenburg, als u mag kort reageren als u wil. Maar of u daar nou ook verder wil gaan met u inbrengen. Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat ik de betreffende passages via de mail naar mevrouw Katman kan sturen. En inderdaad, de discussie over de CSAM regulation die komt nog. Ik rond af. Ik ben alweer bijna aan het einde. De vrijheid van meningsuiting, daar was ik. Dat is helaas niet meer vanzelfsprekend. En dat bleek deze week ook alweer toen sociale media platform Twitter van eigenaar wisselde. En dat de balans in de meningenoorlog al een tijdje zoek is, op Twitter sowieso. Vond de PVV dat in ieder geval goed nieuws dat de nieuwe eigenaar van plan is om die balans weer in ere te herstellen. The bird is freed, de vogel is vrij, zo twitterde hij. En die aankondiging werd door miljoenen Twitter-gebruikers met gejuich ontvangen. Maar in Brussel sloeg de paniek toe.
Eurocommissaris Breton reageerde direct met een dreigement. In Europe, the bird will fly by our rules. Met een EU-vlaggetje erbij. De vogel zal toch echt naar onze regels moeten buigen. Hashtag DSA. En dat is heel veelzeggend. Want ja, ik vond het ook voorbarig. Want de nieuwe eigenaar van Twitter heeft nooit iets anders gezegd dan... He, dat iedereen alles moet kunnen zeggen behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. The laws of the land. En ja, ik vond het ook voorbarig en teleurstellend. En voor mij is dat weer een teken dat de Brusselse elite een totale hekel heeft aan de vrijheid van meningsuiting. En ik vond het ook heel teleurstellend om een gelijkelijke tweet te lezen van de woordvoerder van de VVD. Maar die zal haar inbreng nog doen. Dus dat zal ik via interruptie nog eens aan haar vragen. Zoals ik zei, Elon Musk heeft nooit anders beweerd dan wat offline niet mag, online ook niet zou moeten mogen. En hij wil dat Twitter weer een digitaal dorpsplein wordt waar iedereen kan zeggen wat hij of zij wil, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. En zo zou het ook moeten zijn, volgens PVV en BVNL. En misschien is het ook wel een goede oplossing. Er worden nu ook ideeën geopperd om gewoon diverse... varianten van Twitter te maken die je dus zelf kan kiezen. Wil je naar Safe Space Twitter of kindertwitter? Of wil je gewoon de adult Twitter waar je blootgesteld wordt aan allerlei meningen van links en van rechts? Mij lijkt de laatste versie juist veel leuker. Kunt u tot een afronding komen? Ik rond af, voorzitter, excuus. Wij staan voor een westerse samenleving waar ruimte is voor alle meningen, zolang je niet oproept tot geweld. Waar grondrechten gerespecteerd worden. Want inderdaad, wat offline niet mag, moet online ook niet mogen. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de inbreng van de Partij van de Arbeid, mevrouw Katman. Het gebeurt alleen de hele tijd. Volgens mij zitten we daarom hier. Wat online niet mag, wat offline niet mag, zou online ook niet mogen. Alleen is het de hele tijd aan de hand. En bestaat daarom deze commissie om te kijken hoe we daar paal en perk aan kunnen stellen met z'n allen. Er staat volgens mij weer een hoop op de agenda. En ik zou graag willen beginnen met de evaluatie van de UAVG. Er zijn al de nodige vragen over gesteld. Dus ik hoop dat ik niet in herhaling treed. Dus ik zal ook even kijken, net als mevrouw Koekoek, of ik ergens kan schrappen. Die UAVG die bepaalt natuurlijk ook de oprichting en inrichting van de autoriteit persoonsgegevens. En daarom is het natuurlijk opmerkelijk dat de AP niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. En ik zou toch ook graag nog willen horen waarom niet. En waarom eigenlijk ook niet, waarom er eigenlijk met een onderzoek wordt gestart waar de AP niet aan meedoet? Waarom ga je dan niet om de tafel zitten en kom je tot een onderzoeksvoorstel waarmee je wel gewoon een volledig onderzoek kan doen? Want de AP als deelnemer is nogal een cruciale factor. Het is ook al vaker geschetst, die onderzoekers die concluderen nogal wat. Het is niet of nauwelijks sprake van een samenhangende regeling. De UAVG heeft beperkte betekenis. Het is een regeling van open normen die zich in de praktijk niet altijd eenvoudig laat toepassen. Het gaat dus eigenlijk niet echt lekker. En er wordt een volgende slag verwacht met de verzamelwet gegevensbescherming. Wat is nou de stand van zaken van die wet? Want zolang die er niet is, gaat het dus niet lekker. En dat lijkt me geen goede constatering. Dan er is ook al even benadrukt, is er geen gepubliceerd toezicht- en handhavingsbeleid, waardoor de onderzoekers dus ook eigenlijk niet hebben kunnen zien hoe het toezicht van de AP eruit ziet. Andere toezichthouders hebben dat wel, maar er zijn ook toezichthouders die dat helemaal niet hebben, zo'n gepubliceerd toezicht- en handhavingsbeleid. Het hoeft er natuurlijk ook niet te zijn als het er alleen maar is, zodat we het lekker kunnen evalueren. Dus ik zou van de minister willen weten, waarom kiezen sommige toezichthouders nou wel voor zo'n gepubliceerd kader en waarom niet? En weet de minister waarom de AP er niet voor gekozen heeft? En dan ook de vraag, het is al eerder gezegd, een vraag over die kabinetsreactie. Maar ik zou graag willen weten waarom die er eigenlijk gewoon niet is. Want het rapport was er al in juni. En het rapport is ook toegestuurd. Dus ja, ik zou graag willen weten wat de reden ervan is dat we daar niet een kabinetsreactie bij hebben gekeken. En dan een laatste vraag. Hoe kijkt de minister naar de constatering van de onderzoekers dat het niet ondenkbaar is dat de werkwijze van de AP ertoe leidt dat potentiële melders eerder terughoudend zullen worden om te gaan melden?
Dan over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. De brief over het versterken van de positie van de burger en de consument bij het gebruik van persoonsgegevens, nou, die kan ik waarderen. Maar ik zou wel van de staatssecretaris willen horen of ik hem zo kan lezen dat het meer een soort tussenbericht is. Want er wordt veel in gesteld van hier moeten we nog verder naar kijken. En er wordt ook gezegd van er komt bij de tweede tranche van de wet digitale overheid komt er nog wat. Maar kunnen we dan daar een soort stevige paragraaf verwachten hoe we dan die versterking van de positie van de burger nou ja, wel voor elkaar krijgen? Dus ik wil eigenlijk, ja, gewoon, ik zou graag van de staatssecretaris horen of het dus een tussenbericht is. Dan zou ik me daar helemaal in kunnen vinden. En dan over het gebruik van Facebook, waar mijn collega van D66 ook al iets over heeft gezegd. Door de overheid, naar aanleiding van wat de Duitse overheid heeft gedaan. Het is goed dat er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt gedaan. Dat is ook weer zo'n ongelooflijk mooi digitaal woord, een DPA. Ik zou er geen voorstander van zijn juist om Facebook te bannen in overheidscommunicatie. Want we zijn juist ook op zoek naar die laagdrempelige communicatie tussen overheid en burger. En ik begrijp dat mevrouw van Ginneken zegt, ja, er zijn ook altijd al wegen bewandeld. Misschien kunnen we die blijven wandelen. Maar die wegen worden juist steeds minder door de burger die we willen bereiken bewandeld. Dus nu zie ik nog even geen alternatief met hetzelfde bereik. Maar waar het voor mij om gaat, volgens mij, bij het gebruik van Facebook door de overheid, is letterlijk de poppetjes die het doen. Letterlijk die ambtenaren, die communicatieadviseurs of communicatiemedewerkers, die gewoon precies met een handleiding weten wat je nou wel en niet mag. Dat je advertenties wel of niet op die manier kan plaatsen. Volgens mij is dat de grootste crux los van die DPAA. En ik zou dus heel graag willen weten. Ja, ik hoor niks over anonimiteit. En natuurlijk kan Facebook en Twitter en zo kunnen ook gebruikt worden om criminelen te vangen. Dus als je ze gaat inperken qua wat ze wel niet kunnen schrijven, dan kan je het daar niet meer voor gebruiken. En een derde punt is, het hele internet is helemaal weg na die cyberaanval. Ook al het geld wat op bankrekeningen staat is helemaal verdwenen. En natuurlijk de stroomvoorziening is weg na de cyberaanval voorspeld door Joe Biden. En dat is zo'n 7 maanden terug. En dan moet ik weer even naar mijn kanaal om te kijken wat hij nou precies heeft gezegd. Want het was niet it's gonna happen. Ik vind dat ik dat in de vorige uitzending heb gezegd. Bij mijn live video's. Hij heeft gezegd, it's coming, een quote. Dus niet it's gonna happen, maar it's coming. Je kunt ook de video zien op mijn kanaal. En het is makkelijk om die cyberaanval onmogelijk te maken door Intel Management Engine uit te zetten om klaar te maken op de computers van onze banken, het internet en vooral de stroomvoorziening, zodat we straks niet zonder stroom zitten na die cyberaanval van Novichok Poetin, de oorlogsmisdadiger. Hoeveel kinderen heeft hij al doodgebombardeerd, kunnen we ons afvragen. Maar natuurlijk zijn Zelensky, Biden en Poetin alle drie jezuïet-coadjutoren. We zien dat ze de hand schudden van de paus die tevens jezuïet is, als ook Trudeau en Tedros Adhanom bijvoorbeeld en de president van Turkije Erdogan en Lavrov. En ik denk dat Medvedev hetzelfde zou doen. Misschien is hij nog erger dan Poetin. Maar goed, dat is natuurlijk niet zeker. Ik ben voor het terugtrekken van de troepen of gewoon overgeven, zodat er geen bloedbad komt in de Oekraïne en geen derde wereldoorlog. Ik vind het allemaal absurd wat er gebeurt. En natuurlijk
vinden heel veel mensen Poetin een Hitler die soevereine staten binnenvalt om delen te annexeren of het hele land te annexeren. Maar goed, hij heeft gezegd it's coming. En als ze nu nog niks hebben gedaan om dat te voorkomen of onmogelijk te maken, dan blijkt eruit dat het allemaal met voorbedachte raden wordt gedaan. Dan zijn de mensen van de inlichting en veiligheidsdiensten die dat doen culpabel. En misschien is er niemand die dat kan, niemand anders kan dat. Alleen de inlichting en veiligheidsdiensten kunnen dat. Die kill switch waar we ook veel over kunnen lezen in de mainstream media. Ik heb ook die oefening, Cyber Attack on Global Financial System Warning. Israel hosts Cyber Pandemic Exercise Simulating Cyber Attack on Global Financial System with 10 countries, IMF, World Bank and BIS. Een sociable.ca artikel heb ik gecoverd. En we zien eigenlijk dat die oefeningen steeds vooraf gaan aan de pandemieën. Dit wordt ook wel een cyberpandemie, cyberplandemie genoemd. En ook zijn er documenten zoals Cyberpolygon. Dus het zou wel heel erg toevallig zijn als na die oefeningen opeens het echte gebeuren weer plaatsvindt. Net als met Event 201, COVID en apenpokken, het NTI-paper. Waarin ze een scenario hebben besproken met dezelfde datum. Een beetje als waarop apenpokken in werkelijkheid is uitgebroken buiten Afrika. Volgens de mainstream media en WHO, CDC, etc. Dus haal uw geld van uw bankrekening af. Laat alleen wat geld staan om rekeningen te betalen. En ja, mensen denken dat zilver een goede investering is. Dat gaat omhoog. Zilvermuntjes misschien als ruilmiddel. Maar het is duidelijk dat ze een contanteloze samenleving nastreven. Wat natuurlijk desastreuze gevolgen kan hebben bij een zonnestorm. EMP is die helemaal weg. Net als Elon Musk's 5G-satellieten. Die zijn al in de atmosfeer opgebrand door een zonnestorm. EMP, maar dat was niet zo'n grote. Dus dat kunt u allemaal in de mainstream media nalezen. Ik verzin niet zomaar wat. Tja, hoe gaat het met die mondkapjesaffaire? Hoeveel ging het om? 2 miljoen, 20 miljoen? Is dat al terugbetaald aan de belastingbetaler? Hadden ze echt beloofd om dat om niet te doen gratis? Dan is dat een overeenkomst, zou je kunnen zeggen. En dan moeten ze dat geld gewoon teruggeven aan de belastingbetaler. WEF-politici zijn landverraders. Artikel 97a, wetboek van strafrecht, maakt duidelijk dat het om landverraad gaat, omdat WEF zich in het buitenland bevindend lichaam is, in Davos, in Zwitserland, wat een omwenteling, een vierde industriële revolutie, nastreeft. In de zin van artikel 97a, een corporaat fascistische ecofascisme, corporaat fascisme, ecofascistische, corporaat fascistische vierde industriële revolutie. En Biden heeft het ook gehad over een nieuwe wereldorde. Dus meer daarover in deze uitzending. Deze is nu live. Oké, ik moet die thumbnail nog veranderen. Kijken of ik iets interessants kan vinden. Maar goed, laten we dan maar weer verder luisteren. En het is nog steeds bescherming. Persoonsgegevens en digitale grondrechten. Een commissiedebat. Ja, dank voorzitter. De heer Bontebal heeft het over we moeten de democratie beschermen en zorgen de uitholling van de democratische samenleving en daarom moeten we reguleren op social media platforms. En ik was eigenlijk benieuwd hoe hij dat dan precies ziet. Wat
Wat zijn dan de uitingen op social media? Wat betreft die cyberaanval voorkomen heb ik ook geschreven aan Thierry Baudet via tweedekamer.nl en recentelijk ook een e-mail gestuurd aan FVD. Misschien zijn er andere partijen die daar zich een beetje in kunnen verdiepen, want het is heel makkelijk om die cyberaanval te voorkomen zonder die hardware backdoor. De Intel Management Engine lukt het niet. En mensen kunnen ook kijken naar Stuxnet bijvoorbeeld en filmpjes op YouTube die laten zien hoe mensen zelf die Intel Management Engine uit kunnen zetten in hun PC, zodat hun harddisk niet gewist wordt en hun computer niet stuk wordt gemaakt met deze killswitch cyberaanval. Zie je dat er eigenlijk eerst een maatschappelijk debat komt over wat de impact is en wat de grenzen daarvan zijn. En heel vaak heeft de samenleving daar helemaal niet direct een antwoord op. En moet eerst gewoon het debat plaatsvinden over wat denken we dat dit soort technologieën doen, wat vinden we wenselijk enzovoort. Dus ik snap dat u mij vraagt meteen van, ja, maar hoe ziet u dat dan? Hoe moeten we dat op Twitter dan doen? Ik vind het ook wel iets te makkelijk, eerlijk gezegd. Want volgens mij is precies het debat wat we nu voeren heel nuttig. Van welke grondrechten willen we beschermen? Hoe beschermen we publieke waarden? En dat mis ik juist vaak, omdat we heel snel naar die laatste stap gaan van wat moeten we dan op Twitter? Terwijl ik denk, ja, laten we eerst die stap daarvoor ook eens goed uitdiscussiëren van over welke grondrechten hebben we het dan precies? En hoe kunnen die dan botsen? Welke publieke waarden vinden we dan belangrijk? En ik ga echt niet zeggen. Dus you will own nothing and eat the bugs is niet mogelijk zonder die cyberaanval. Noodtoestand die wordt uitgeroepen. Zonder die coördinatiewet en noodtoestand, habeas corpus, posse comitatus, et cetera. Kunnen ze niet alles stelen? Eigenlijk wordt het met voorbedachte raden gedaan, zoals ik net heb uitgelegd. En is het allemaal onrechtmatig? Dus het is duidelijk dat ze naar die cyberaanval toe opbouwen en niet deescaleren in de Oekraïne. Dus wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Dat het makkelijk te voorkomen is, dus ook de AIVD en andere instanties moeten worden ingelicht dat dit gaat gebeuren en tegenmaatregelen moeten worden geïmplementeerd. Misschien ook een computer antivirus. En meer informatie is hierover te vinden online. Het Talpiot-programma Israël Unit 8200. Het is een versie van Linux, genaamd Minix. En die zit in de processoren ingebakken in de AMD en Intel processoren. En dat zijn vrijwel alle computers. Dus alle computers die aan het internet hangen, die zijn daarna weg. Inclusief de bankservers en de stroomvoorziening en het internet, dus een intranet aanleggen zoals in Rusland, is een idee. En dat moet dan ook beschermd zijn tegen zo'n cyberaanval van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dus dat gaat om het landsbelang. Sommige mensen willen van Nederland af, die willen een nieuwe wereldorde, een totalitair regime en na die cyberaanval wordt dan de noodtoestand uitgeroepen. Alles wordt geconfiskeerd. Ze hebben het CDC Shielding Approach, concentratiekampen van scholen gemaakt, waar de risicogroep mensen samen worden geconcentreerd. En als vierde willen ze ook ja, ik denk dat we het nog kunnen voorkomen allemaal, dus laat ik er niet te veel over zeggen hier op YouTube. Ik denk dat ik eerst verder ga luisteren, want ik sta eigenlijk bij mijn microfoon gebogen. Ik wilde eventjes wat eten gaan maken, dus laat ik dat eerst maar even doen.
moeten platformen zich aanhouden, punt. Ze willen hier ook zaken doen en geld verdienen. En de speculaties die de heer Musk deed, deden mij vermoeden dat hij zelf die grenzen zou gaan bepalen. En daar kwam mijn tweet vandaan. Dus over wat is illegaal en wat niet. En niet de vrijheid van meningsuiting. Voorzitter, dan. Tegenwoordig kan je geen printer of tandenborstel meer kopen of gebruiken zonder dat je er eerst een online account voor moet aanmaken. En dat is geen geintje. Tandenborstel zonder bloed, dat bestaat gewoon niet meer. En voor de VVD is het belangrijk dat mensen niet verplicht worden om online te zijn. En daarom controleren wij bij elk voorstel of mensen die niet digitaal willen zijn of kunnen zijn, dat ook nog kan. En het gaat om de overheid bereiken, niet alleen via de mail, maar ook via de balie of via de telefoon of via de post. Maar hoe werkt dat dan als je niet verplicht wordt tussen consument en burger? Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ook als liberaal, ja, een consument bepaalt toch zelf welke printer hij of zij wel of niet koopt. Maar als alle bedrijven jou verplichten om zo'n online account aan te maken, geen idee waarvoor, en je gegevens achter te laten, welke vrijheid heb je dan eigenlijk nog als het gaat om keuzevrijheid als consument? En wat de VVD betreft, moeten websites en apps verplicht worden om alleen noodzakelijke persoonsgegevens uit te vragen om gebruik van datzelfde product mogelijk te maken. En het wordt ook geadviseerd door het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag dat hier onderzoek naar heeft gedaan. En onderzoek op onderzoek laat dan ook zien dat criminelen steeds meer gegevens van burgers weten te stelen. Was vandaag weer over zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen. En online webshops of systemen die niet goed beveiligd zijn, ja, of een onoplettend moment van een medewerker, klikt per ongeluk op een linkje. Het cybertuig is binnen en ze kunnen van alles met die gegevens doen. Identiteitsfraude, afpersing, phishingmails. En dit debat gaat ook over die digitale grondrechten. De heer Bontebal net al een voorzetje, maar de VVD wil daar graag nog eentje aan toevoegen. En die noemen wij, mag een andere naam krijgen, maar die noemen wij the right to be offline. Het recht om offline te zijn. Dus dat betekent dat mensen moeten kunnen meedraaien in deze maatschappij zonder de verplichting van digitale aanwezigheid. We hebben al het recht om vergeten te worden, maar de VVD wil dus een stapje verder gaan. Hoe kijkt het kabinet hier tegenaan? En mocht er een brief komen, zoals de heer Bontebal net vroeg, kan dit recht dan eventjes meegenomen worden. Dan, voorzitter, de bescherming en veiligheid van volksvertegenwoordigers. Naar aanleiding van verschillende VVD-moties heeft de minister van Economische Zaken eindelijk stappen gezet om woonadressen te beschermen. Andere partijen hebben ook aandacht voor gevraagd. Daar is de VVD blij mee. Een aantal dingen worden nog onderzocht, maar eentje stuit ons nog wel tegen de borst. En namelijk dat lokale bestuurders zich niet kunnen afschermen. He, want iemand die in een fractie zit, kan ook een fractiesecretaris zijn. Dan zit je in een stichting, zit je in de KVK. Dus voorzitter, kan het kabinet toezeggen dat wanneer lokale bestuurders hier een aanvraag voor indienen, deze ook gehonoreerd worden en dat hun adres ook wordt afgeschermd. Dan, voorzitter, de autoriteitspersoonsgegevens. Er is al een hoop gezegd door collega's. Even kijken welke ik nog heb. De belangrijkste vraag die dan voor ons nog overblijft, het gaat over de adviezen uit het KPMG-rapport van 2020 over het efficiënte werken bij de AP. Hoe ver staat het daarmee? Specifiek zijn wij nieuwsgierig naar een nieuw zaakvolgsysteem, investeringen in automatisering, maar ook bedrijfsvoering, meer datagericht werken. En voorzitter, ik kan me toch voorstellen dat deze bewindspersoon het ook eens zijn met de VVD. Dat op het moment dat de autoriteitspersoonsgegevens vooral mensen straft die gemeld hebben en niet de ongemelde data lekken, dat het op zich logisch is, want dan heb je informatie om vervolgonderzoek te doen, maar ergens wringt die schoen wel. Dus wat nou als mensen per ongeluk een fout hebben begaan, die fout dan ook netjes melden en willen herstellen, als die dan een ongelooflijk zware en hoge en ingrijpende boete krijgen, is dat eigenlijk wel de houding die wij op die manier zouden willen afstraffen? Lijkt mij niet. Voorzitter, dan. Tja, waar ik denk dat het om gaat is scheiding van kerk en staat, maar ook scheiding van corporaties en staat. Dat is fascisme natuurlijk, het mengen van corporaties en staat. En Big Pharma en staat. Die dingen gescheiden houden. Bijvoorbeeld nu zien we dat de WHO financiële belangen heeft. Die krijgt donaties van de vaccinbedrijven die 1 miljard of zo per maand omzetten. En die hebben dus financiële belangen bij het doorlaten gaan van het vaccinatieprogramma.
En ik vind dat niet kunnen. En natuurlijk mag een overheid dan ook geen zaken doen met de WHO. Of ze moeten eerst zorgen dat ze er geen financiële belangen meer bij hebben natuurlijk. Want dan hebben ze geen enkele prikkel om te stoppen, zelfs niet als iedereen daaraan overlijdt. Dus vandaar, ik geef bij deze het voorzitterschap weer terug aan mevrouw Rajkowski. Ja, dank u wel. En bij deze, volgens mij heeft één van de andere collega's zich slechts binnen de tijd gehouden. Dus wat dat betreft was ik geen uitzondering, zeg ik met een knipoog. Even kijken, dan hebben we alle vragen gehad. Dan kijk ik even rechts van mij hoeveel tijd u nodig heeft voor een schorsing om met een beantwoording. Schors ik bij deze de vergadering tot 4:15. Zo'n 20 minuten schorsing. Dit was 27 december 2016, heb ik ook al eerder laten zien. 170 globale groepen willen een moratorium op de nieuwe genetische extinctietechnologie. Die waren bij de Luciferiaanse VN-conventie. Dit is op viacampesina.org. International Peasants Movement. Maar oorspronkelijk van ETC Group. .org, etcgroup.org. Ja, dus dat mag natuurlijk nooit aan een basisinkomen, virtueel basisinkomen, worden gekoppeld. En het mag ook niet opgedrongen worden, dus mensen mogen geen misbruik maken van de pandemie om allerlei dingen op te leggen en vrijheden weg te nemen en al het bezit van mensen te stelen en de wereldbevolking te reduceren. Dat zijn misdaden tegen de mensheid en de ergste misdaden. En als ze dat gaan doen, denk ik ook dat die mensen op een gegeven moment wel berecht zullen worden. Net als de nazi's destijds, die ook gingen voor een nieuwe wereldorde. Dus ja, we kunnen dit hele artikel lezen. Maar waar het om gaat is, de gene drive technologie kan alle diersoorten, alle organismen uitroeien. Vandaar dat het een extinctietechnologie wordt genoemd. En ik heb dit in vorige uitzendingen al bekeken. Dus laten we maar gewoon kijken of er een nieuw FVD-filmpje is of zo. Voor die 20, nu nog zo'n 17 minuten. Die beschikbaar zijn. Oh ja, ik had hem geboekmarkt hier. Maar ik heb ook een video gemaakt over Caroline van der Plas, een document in de Tweede Kamer. Wat laat zien dat ze wel verplichte vaccinatie en 2G hebben gepland. Wordt beweerd. En dat document heb ik ook behandeld in die uitzending daarover. Dus de link zit in de beschrijving van de video. Maar er staat niet echt in. Het is al vastgelegd dat dit moet gaan gebeuren. Dat we dit gaan doen, et cetera. En natuurlijk hebben heel veel mensen in de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen verplichte vaccinatie. En Hugo de Jonge heeft het ook heel vaak gezegd. Toen was hij nog de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nu is dat Kuipers. Even kijken of ik die sample snel kan vinden. En Kuipers had gelogen over het aantal gevaccineerde mensen in de ziekenhuizen.
En dat heb ik ook in een vorige uitzending laten zien. Er was een Geen Stijl artikel over. En in het begin van de uitzending zat ik fout met de datum, maar het blijkt op allecijfers.nl dat op het moment dat Kuipers dat had gezegd, de cijfers aantonen dat meer dan de helft van de mensen in het ziekenhuis gevaccineerd was en hij beweerde dat 80% niet gevaccineerd was. Dus dat was sowieso gelogen. Oké, ik heb hem. Nee, er komt geen vaccinatieplicht. Nee. Ook geen indirecte plicht. De vraag is, moet je tot iets van een vaccinatiepaspoort willen komen? We zijn tegen elke vorm van verplicht vaccineren in de coronacontext. Dat is echt, dat moet je gewoon niet doen. Ik zou het zelf ook niet doen. Ik zou het gewoon niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ook niet, maar... Als mensen sowieso, het wel willen, mogen ze het doen. Ze moeten het zelf weten. Maar het ligt ook in lijn met bijvoorbeeld wat met de donorwet. Ja. Daar waren we ook in principe tegen die verplichtstelling dat iedereen, de overheid heeft daar gewoon niks mee te maken. Het gaat zo in tegen je persoonlijke levenssfeer. Ja. Ja, dank u. De minister zegt het zojuist. De campagne gaat door, terwijl er steeds meer verontrustende signalen naar buiten komen. Dus we hebben vorige week vernomen dat hevige menstruatiebloedingen, dat het nu een erkende bijwerking is van de vaccins. Dat moet van de EMA, het Europese Geneesmiddelenbureau. We zitten natuurlijk met die oversterfte, onderzoek naar wordt gedaan. We zitten met het feit dat Pfizer erkend heeft dat het niet helpt, dat geen onderzoek is gedaan naar het voorkomen van transmissie. En nou is mijn vraag aan de minister. Gezien al deze verontrustende signalen, is het nou verstandig om die vaccinatiecampagne, maar te blijven doorzetten? Terwijl we weten, ik hoop dat de minister dat erkent, dat mensen onder de 70 vrijwel geen risico lopen. Dus waarom dit doorzetten? De minister. Voorzitter, ik denk dat dat buitengewoon verstandig is. Sterker zelfs, dat is datgene wat je bij uitstek moet doen tegen de telkens weer terugkomen en nu in volgende golven. Corona-infectie, dat is ook iets wat ook bij eerdere discussies over corona hier breed in de Kamer werd gedeeld. Dus vaccineren is het belangrijkste wat je kunt doen. De heer Van Houwelingen, tot slot. Ja, dank u voorzitter. Ja, en voor ons is dit dus onbegrijpelijk. Hè? We zien om ons heen de sinistere signalen, hè? De oversterfte, de extra bijwerkingen die er steeds maar weer bijkomen. En vooral, we weten niks over die lange termijn bijwerkingen en toch blijft de minister, ook voor mensen die geen enkel risico lopen, die vaccinatiecampagne maar doorzetten. En ja, wij vinden dat totaal onverantwoordelijk. Vaccineren ondanks ernstige bijwerkingen? Van Houwelingen, FVD, confronteert Kuipers. Forum voor Democratie, 157.000 subscribers. Het leven is bijna niet meer te betalen. Als je kijkt naar 40 jaar geleden en nu, een normaal gezin van 1 verdieners of misschien 1,5 verdieners kon gewoon een huis kopen, een autootje voor de deur, dat soort dingen allemaal. En de grote vraag is, hoe komt dat? En er zijn hier allerlei partijen en mensen die, bijvoorbeeld zo ter linkerzijde, het komt allemaal door het groot kapitaal. En de overheid moet allerlei cadeautjes gaan geven. Mensen moeten €200 per maand meer, €300, €500, €20.000 per maand erbij. Voor iedereen. Kan, hè? Kan de overheid gewoon besluiten. Maar lost dat nou het probleem op? Waarom is er inflatie? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En het antwoord op die vraag is dat ons geldsysteem niet deugt. We zijn allemaal opgegroeid met
het idee van de trias politica. Dat wil zeggen, je hebt de rechterlijke macht, de uitvoerende macht, de wetgevende macht, controlerende macht. En dat is belangrijk, dat is mooi, dat is goed dat we dat scheiden. Maar eigenlijk zou je ook een scheiding moeten hebben tussen het geld, het bewaken van het geld, en de politieke macht. Je zou eigenlijk een dualiteit moeten hebben tussen aan de ene kant degenen die de macht hebben over het bepalen van de geldhoeveelheid, en aan de andere kant degenen die macht hebben over de politiek. En van oudsher was dat ook best wel een beetje het geval in Nederland en Duitsland. Wij hadden zo'n soort systeem. Het is niet ideaal. Het is nog steeds op niets, op lucht, op schuld gebaseerd. Het beste is natuurlijk gewoon een goudstandaard of een ander soort harde standaard van het financiële systeem. Maar we hadden een min of meer autonoom functionerende centrale bank. En dat is verloren gegaan toen de Duitse en de Nederlandse centrale banken opgingen in de Europese centrale bank. En toen hebben wij een Zuid-Europese monetaire discipline gekregen. Dat wil zeggen, geen monetaire discipline. Dat wil zeggen dus geld bijdrukken om allerlei politieke projecten te financieren. En dat hebben we heel lang gehad, heel veel jaar. En heel veel jaar ging dat, ja, dat merkte je niet zo. En omdat democratische politiek helaas gaat over wat je van dag tot dag merkt. En niemand merkte het, dus het stond niet in de voorpagina's van de kranten en de middelbaar begaafde journalisten van de tv-programma's en zo. Dit viel ze niet op. Ze hadden niet door. Maar het gebeurde wel. Er werden 60 miljard per maand gewoon in die economie gepompt. En dit gaat altijd gebeuren. Als je dus politici de macht geeft over het geld. En daarom eigenlijk alles wat ik tot nu toe gehoord heb, dat gaat alleen maar die spiraal van inflatie versterken. Als je nu dus zoveel geld weer gaat geven aan de mensen, je pompt weer 300 euro per maand per huishouden de samenleving in, ja, dan gaat dus weer de huizenprijzen gaan weer stijgen, de prijzen van brood gaan weer stijgen. Het gaat allemaal stijgen. Dat is een spiraal van de inflatie. En de enige manier waarop je dat kan oplossen is naar een gezond monetair systeem toe. En dat kan niet met de zuidelijke landen. En dus gaan we dit probleem nooit oplossen zolang wij in de euro zitten. In algemene zin wil ik in ieder geval één motie hebben ingediend. Dat is een motie die waarschijnlijk over de hoofden van de meeste mensen hier in de Kamer heen gaat, omdat het een abstracte, filosofische, principiële motie is. Dus wat boven jullie niveau, maar ik ga hem toch indienen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat inflatie altijd en overal een monetair fenomeen is, in de zin dat het alleen kan ontstaan door een snellere toeneming van de geldhoeveelheid dan van de economische productiviteit, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Baudet. Dan oh, dat roept een filosofische vraag terug van de heer Evrien, denk ik. Meneer Baudet, kijk. Ja, dank u. Dank u wel. Ik heb niet zoveel met filosofie, maar volgens mij is dit gewoon de verkeersvergelijking van Fischer en VSPT. Of vergis ik me nou? Ja, gaat gang. Voordat de heer Evrien met een soort zelfstandige poging tot een partij begon, is hij natuurlijk in een interne opleiding bij mij geweest. Dus dit is feilloos. Dit is feilloos. Dank. Leert maar. Ja. Nou, we gaan naar de heer Stoffer van de SGP. Blijven, nee. Tja, wat nieuw is op FVD is Forum Insight nummer 5. Tinder, woke propaganda en kijkersvragen over Andrew Tate. Dus Forum Insight nummer 5. Besprekingen van interessante dingen.
Tja, misschien is het best om gewoon even te kijken. En bij deze heb ik denk ik ook dingen in de chat geschreven. Zo kunnen mensen dan controleren. Of lezen. Intro vind ik vrij irritant. Mag wat zachter. Maar hij is wel goed kort. Welkom bij Forum Insight vanuit de studio in Amsterdam. En ik zit hier met Ralf Dekker, inmiddels vaste gast en natuurlijk Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. En dokter Sid Lucassen, bekend van allerhande pornofilms en ook van verschillende filosofische boeken. Sid, van harte welkom. Dank je, Thierry. Eerste keer hier, maar je hebt een heel dik boek meegenomen. Je laatste boek, wordt ook wel je beste boek genoemd. Wees afgrondelijk. Ja, eens. Nou ja, voortgekomen uit een crowdfunding van een jaar geleden. Het gaat over een reis. En dat is zowel een spirituele reis als ook een politieke reis. We reizen zowel door het lichaam, door de ziel, als door de politiek, de maatschappij, om uiteindelijk weer op te stijgen en het begin te slaan van een mogelijke renaissance van ons mooie continent. Fantastisch. We gaan er meer over hebben. Ik vind het een prachtig boek. Maar we beginnen het traditie getrouw. Jij bent de moslim van de show. Je bent degene die geheel onthouder van de week. Maar Ralf, die heeft een... Ik was al even bang, jongens. Ik was al even bang. Maar ik heb... Wat zit er in het tasje van Ralf? Ja, let op. Ik heb vandaag gekozen voor Amerikaans. Wat een bijzonder tasje. Waar heb je dat vandaan, joh? Wat een bijzondere... Ja, dat, staat er nou op? Een tasje. Zoifer? Kijk, dit is helemaal leuk. Dit heb ik meegenomen van de Frankfurter Boegmessen. En dat, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar... Het is Bücherzuiver. Oftewel, boeken drinken, boekenzuiper. Uiteindelijk heb ik vrijdag nog een paar tasjes gescoord. Dat goed? Heel bijzonder, heel bijzonder. Ik heb ook van alles leuks erin zitten. Maar laten we beginnen met het belangrijkste. Dat is eigenlijk mijn lievelingswijn. Dat is Coppola van Francis Ford Coppola. Dus de regisseur van The Godfather. Okay. Maar tevens de eigenaar van een heel groot wine estate in Napa Valley. Dit is zo'n in-your-face wijn. Echt zo'n Chardonnay die... Meer Chardonnay is dan Chardonnay, weet je wel. Heel veel hout, heel veel... Ja, ik vind hem fantastisch. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als je deze gedronken hebt... dan smaken alle andere Chardonnays... Ja, alle verfijndheid proef je niet meer. Dit is gewoon... Dit blows you away. En als mensen deze wijn willen bestellen... kunnen ze dan ergens op een website van Forum Insight terecht? Nog nee, niet? Nee. Dat niet gaan doen? Misschien wel, ja. Misschien wel. Ik denk, want we gaan zo meteen uitgebreid met onze gasten praten. Ja. Leuk dat je dit meegenomen, Ralf. Maar er is dus één van onze mensen... want wij krijgen heel veel mails... En jullie kunnen ook ons mailen naar vragen@foruminsight.nl. Eén daarvan, Anton, die zegt... Aangezien de heer Baudet nieuwe nevenfuncties zoekt... En dat klopt. Want Chardonnay nevenkoper. De nevenfunctiecalculator. Ik wil meer nevenfuncties. Ja. Maar leek het me leuk om hem op te nemen als biersommelier. Hopelijk kunnen we hier iets leuks mee bedenken. Ik ben een hobbymatig bierbrouwer, zegt deze Anton... En misschien kunnen we een reeks Forum Insight bieren lanceren. Nou, het lijkt me een fantastisch idee, Anton. Ja, leuk, ja. Stuur even onze redactie, heeft al contact met je. Maar laten we even kijken of we volgende week of de week daarna, ik weet niet hoe lang dat duurt, een kleine proeverij hier kunnen doen. En de beste bieren, die gaan we dan ook op onze site aanbieden. Kunnen mensen die dit programma leuk vinden en die willen drinken wat wij drinken, dat ook gaan drinken. Forum Insight bieren. Sid, zou jij bereid zijn om een malt Forum... Jij bent echt een geheel onthouder, hè? Ja. Een malt biertje van Forum Insight, wil je dat nog proberen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het supergoed dat je het hier aanhaalt. Want deze persoon, het is echt een ambacht bierbrouwer. Het gaat helemaal terug naar de middeleeuwen en nog verder terug. Dus je schept iets, je creëert iets... en dat toon je in het aanzien van iedereen die het ziet. Dus dat sluit ook heel goed aan bij de gedachten van het boek, hè? Niet alleen maar mopperen en klagen, maar ga zelf iets scheppen. Ga zelf iets maken. En, ja. En dan word je er trots op en dan kun je het met anderen delen. Dat vind ik perfect... Sluit er perfect bij aan. Cheers. Gezond. Ja, geniet ervan. Leuk jullie kijken. Het was een week vol bizarre gebeurtenissen, moet ik zeggen. Elke week tegenwoordig, toch? Het lijkt alsof we in een soort versnelling zitten. Ja. Hè, dus het nieuws kwam naar buiten dat er overwogen wordt een avondklok in te stellen voor dieselauto's. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Onvoorstelbaar. Maar er wordt nu gesproken over mensen nog maar 2 keer per week vlees. In Italië, kwam deze week naar buiten, is het verboden in alle appartementen om de radiator hoger dan 20 graden te zetten. En 's nachts tussen 11 en 6 in de ochtend, 11 uur 's avonds, 6 in de ochtend, überhaupt mag je het niet meer verwarmen. Dus je ziet dat
over de hele linie. Alles wat wij hebben gezegd, great reset, zeg maar, ja, complot en al die dingen. Het is gewoon aan het gebeuren. En wat je altijd ziet, is dat, ik ben benieuwd of jullie daarvan, je ziet, daar hebben ze een heleboel nieuwsberichten, worden mensen over heel veel dingen boos. En dan uiteindelijk, dan gebeurt er net even iets anders of zo. Dan zeggen ze, ja, jullie voorspelling klopte niet of zo. Maar het gaat ons om de trend. Die trend is gewoon zo duidelijk. En dan als klap op de vuurpijl, maar dan moeten jullie maar zeggen wat jullie ervan vonden. Maar die klimaatactivisten met hun blikjes tomatenpuree en zo op schilderijen. Mm-hmm. Als, moet je je voorstellen dat dit boeren waren geweest. Die ook maar een fractie van deze vernielingen en schade hadden aangericht bij de mensen die bijvoorbeeld die stikstofregels doordrukken. Dan waren die mensen met snelrecht voor lange gevangenisstraffen vastgezet. De vinger was gewezen naar ons. Woorden doen ertoe. Meteen censuur op het internet. Meteen een gigantisch harde reactie van het systeem. En dit, zo'n vent mag zich vastlijmen aan de tafel van Bo. Ja, het gaat allemaal maar. En dan heb je dus mensen in de media die zeggen, bijvoorbeeld Alexander Klupping, Sander Schimmelpenning, ik noem het allemaal op, van die mooi boys, de lievelingetjes van de media. Kunnen we het nou eens over de inhoud hebben? Laten we het niet alleen maar over de toon hebben. En de toon is misschien niet goed, maar de inhoud is belangrijk. Terwijl toen Gideon van Meijeren deze week gewoon keihard aantoonde dat er een journalist van de NPO, van de SBS6, glashard aan het liegen is over liquidatie. Ik heb het opgezocht in de Vandalen. Was helemaal niet waar. Dan is het alleen maar de toon. Ja, riool had hij niet mogen gebruiken. Rat had hij niet mogen gebruiken. Dat is zo erg. Forum moet worden verboden. Het allerergste. Een nieuw dieptepunt. Opnieuw een grens overschreden. Bla, bla, bla. En dat kunnen we allemaal goed. Sorry jongens, dit moest er even uit. Maar dit zit me zo hoog. Die hypocrisie is gewoon stuitend. Nou, ik vond het in die zin goed. Dat heb ik ook getwitterd trouwens. En je kunt over dat ratten en zo kun je het natuurlijk hebben. Maakt me niet zoveel uit. Wat duidelijk werd was de hechte samenwerking tussen het establishment en de journalistiek. Het één team tegen de oppositie. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat hebben we wel gezien in totalitaire staten. In Noord-Korea bijvoorbeeld. Ja, nee, maar niet hier in ieder geval. Maar dat zelfs de minister-president zich erover uitspreekt. Over zo'n futiele gebeurtenis. Toch? Ik vond het heel bijzonder. En dat vond ik het sterkste eigenlijk van de hele situatie. Het was een soort ontsluiering van wat er toch altijd een beetje verborgen blijft. Van nou nee, we zijn objectief enzovoort. Dat was totaal weg. Dus in die zin was die actie heel geslaagd. Ja. Ja. Hoe heb jij het ervaren, Sid? Ja, ik zal er een beetje door mijn boek te bladeren. Want ik zeg dat letterlijk ook in het boek. Hè. Je kan eigenlijk geen prognose maken, geen analyse neerleggen. En dan word je verketterd. Absurd. En gewoon een paar dagen later is dat absurd is gewoon realiteit. En er wordt zelfs een moment van reflectie of bezinning is gewoon niet meer aan de orde. En ja, dan denk je, ja, wat ga je nog bereiken in de politiek? Ja, dus aantonen hoe clownesk het allemaal is. Dus ik had dat filmpje van Gideon ook gezien. Ja, ik vond eigenlijk niet zo heel veel mis met het filmpje. Ik vond het eigenlijk prima. En dan heb je zoiets van, ja, oké, okay, riool. Een beetje provoceren, een beetje scherp aan de Je kan inderdaad, kan je zeggen, oké, okay, moet het dan over rioolratten en rioolsynologiek gaan? Hè? Is het dan niet meer, wordt de ophef niet groter? En ga je niet verder weg van de kern, van de inhoud? Maar het is heel teken, want het ging helemaal niet meer over de inhoud, weet je? Nee, dat vond ik wel grappig, want ik las een tweet van George van Houts, die volg ik. En die zei van, ja, dat persmuskieten moeten noemen, weet je wel? Ik zat te denken van, ja, dan loop je met een netje loop je die gang in. Misschien ook wel grappig, dan wordt het nog iets komischer. Maar ik denk dat het dan minder aangekomen was. Want dit was ook, dit raakten ze wel en daardoor werd het allemaal zichtbaar. Ik denk, als je het iets vriendelijker had geformuleerd, was het misschien net, was zijn doel voorbij gegaan. Maar dan kom ik op dat punt van die absurditeit. Want wat wij eigenlijk willen doen is laten zien hoe het eigenlijk de absurditeit normaal is. Het normale absurd. Hè? Maar de normaliteit die radicaliseert veel sneller naar die absurditeit. Omdat je er ooit met feiten en waarheidsvinding achteraan kan lopen. En dat klinkt wat abstract. Maar om even terug te komen dus naar die voorbeelden van de media. Hè? Dus je probeert iets aan te tonen, iets aan het licht te brengen. Neem wat jij allemaal gezegd over corona bijvoorbeeld. Hè. Dat is allemaal radicaal. Hè. Oh, je zal niet bij één vaccinatie blijven. Nee, dat demolariseert mensen. Dat durven ze zich niet meer te laten vaccineren. Volgens is het gewoon waar. Hè. Je moet je booster halen, anders is je QR-code niet meer geldig. Dat soort dingen allemaal. En er wordt nooit meer op teruggeblikt van, hey, had Baudet nou gelijk, ja of nee? Daar gaat het dan helemaal niet meer over. En dat zie je dus ook met die Gideon van Meijeren. Het gaat alleen maar over de ophef als ophef. Hè. Hey, maar even wat anders. Ja. Is dat boek van jou nou genomineerd voor die NS Publieksprijs of niet? Hoeveel hebben erop gestemd? Dit boek? Ja? Nou, ik heb dit proberen in te dienen bij de Socrates. Tja, ik denk dat het zo'n beetje weer verder moet gaan in de Tweede Kamer.
ga hem restarten, refreshen. Herstarten. Dus al die genocidale maatregelen waar de economie aan stuk gaat in de naam van het klimaat. Daar moeten ze zo gauw mogelijk mee ophouden, want ik denk niet dat dit lang duurzaam is, dat deze politici duurzaam zijn. Absoluut niet. Collega. Iets over online platforms en meningsuiting. En het laatste thema wat ik in mijn inleiding zou willen meenemen is het onderwerp van de informatieveiligheid. En dan even over dat thema van die privacy, want dat speelt natuurlijk een sleutelrol in het vertrouwen dat mensen en burgers in onze digitale overheid en maatschappij hebben. En nogmaals, mijn collega, de minister van Rechtsbescherming, zal straks het woord nemen als het gaat over dit onderwerp en de vragen die daarover gesteld zijn. Maar het is wel goed om te weten dat op dit onderwerp er natuurlijk ook vragen aan mij gesteld zijn. En dat ging met name ook over dat thema in relatie tot wat een aantal van u eerder aan de orde heeft gesteld, namelijk dat wat is er nou aan de hand met Facebook of de pagina's van Facebook en de Duitse overheid? Want de Duitse overheid heeft inmiddels ervoor gekozen om niet meer gebruik te maken van deze Facebook-pagina's. Het gaat dus niet over Facebook zoals het door privépersonen wordt gebruikt, maar Facebook-fanpagina's heten ze officieel. Dat zijn pagina's die de overheid gebruikt om bijvoorbeeld informatie te delen met burgers. En de vorige minister van Binnenlandse Zaken heeft op basis van de vragen die gesteld zijn gezegd, we gaan daar onderzoek naar doen. Een zogenaamde DPIA en ook een HRIA, dat betekent eigenlijk onderzoek naar doen in welke mate wordt voldaan aan de privacywetgeving en ook wordt voldaan aan mensenrechten. En die tweede toets hebben we ook gedaan op basis van die zogenaamde IAMA, dat kader. We hebben het daar eerder in deze commissie over gehad, waarmee je een mensenrechtentoets doet op digitale ontwikkelingen. En we hebben die beide laten uitvoeren, die onderzoeken laten uitvoeren. En bij die onderzoeken is er gekeken naar onder andere, is er nou sprake van dat die gegevensverwerking op die overheidspagina's, die Facebook-sites van onszelf, goed zijn, worden uitgevoerd en wie verantwoordelijk is. Er wordt gekeken naar cookies en hoe er toestemming of niet toestemming wordt gevraagd. Er wordt gekeken naar hoe de aanbevelingen die Facebook doet aan burgers die overheidspagina's, hoe dat dan verder georganiseerd is. We kijken ook naar of burgers kunnen begrijpen hoe hun gegevens verwerkt worden en wat de impact is van algoritmen op de mensenrechten en hoe die in kaart kunnen worden gebracht. Nou, de uitkomsten van die onderzoeken, die twee onderzoeken zijn ook afgerond, die liggen op dit moment bij Meta, de organisatie van Facebook, voor wederhoor. Want de afspraak is altijd wanneer je dat naar buiten brengt, dat dan eerst de organisatie op wie je dat onderzoek op wie dat onderzoek gericht is, ook daar de mogelijkheid krijgen om een zienswijze uit te geven. Op 11 november verloopt de termijn daarvoor en zullen we naar verwachting of voor die tijd een zienswijze krijgen. En natuurlijk ga ik uw Kamer daarover informeren. En om dan ook alvast in te gaan op de vragen die erover gesteld zijn, wanneer nou zou blijken dat Meta niet voldoet aan die testen, hè, wanneer die DPIA's en die HRIA lacunes laten zien, dan kunnen wij natuurlijk ook besluiten om hetzelfde te doen wat de Duitse overheid heeft gedaan, namelijk te zeggen dat we niet meer gebruik maken of vragen om aanpassingen in de pagina's te maken, zodat er wel wordt voldaan aan de vereisten die daarvoor gelden. Maar ik denk dat dat een belangrijk punt is, omdat het voor ons natuurlijk ook ontzettend belangrijk is dat als wij zelf gebruik maken van bijvoorbeeld Facebook of andere sites, dat die dan voldoen aan de eisen die we zelf stellen en die we ook aan anderen stellen. Mevrouw van Weerdenburg. Ja, dank voorzitter. Even een verduidelijking, want volgens mij hoorde ik de staatssecretaris zeggen dat de Duitse overheid al vertrokken is van Facebook. Maar ik was in de veronderstelling dat er wel een advies van de toezichthouder ligt om dat te doen, maar dat dat nog niet tot op heden daadwerkelijk is voltrokken gebeurd. Staatssecretaris. Dat klopt inderdaad. Er is een advies om daarvan weg te gaan en dat is niet 100% gebeurd. Ik geloof dat er wel sites zijn die inmiddels al niet meer gebruikt worden, maar wellicht niet overal. Ja.
gaat u verder. Dan ga ik naar het thema van de online platforms en vrije meningsuiting. Dit is een onderwerp wat onder u een groot debat heeft opgeleverd. En dat gaat over vrije meningsvorming en het verspreiden van desinformatie. Velen van u hebben ook al eerder vragen gesteld, bijvoorbeeld over het blokkeren van accounts of het verwijderen of labelen van berichten en hoe dat dan werkt bij social media platforms. In de brief Content Moderatie en de Vrijheid van Meningsuiting op online platformen die vandaag voor ligt, is daar ook op ingegaan. En wij zien eigenlijk dat, zoals die situatie op dit moment is, dat die zelfregulering van platforms onvoldoende is geweest. Platforms doen weliswaar werk om desinformatie te bestrijden, maar doen dat wat ons betreft ook onvoldoende. En ook te weinig om die vrijheid van meningsuiting te borgen. En de belangrijkste aanvalsstrategie wat ons betreft is dan ook die Europese DSA-regulering. Want die regulering die net is gepresenteerd, niet alleen eerder al was vastgesteld, maar nu ook van kracht gaat worden, verplicht de grote platforms om de risico's van hun diensten in kaart te brengen en te zorgen dat er ook gewerkt wordt aan het bestrijden en vooral verspreiden van desinformatie. En zij moeten daarvoor werken met zo'n bijvoorbeeld mensenrechtentoets. Maar het is natuurlijk van belang dat die platforms nog veel meer gaan doen om te zorgen dat hun digitale diensten, die een grote impact van burgers hebben, ook voldoen aan de vereisten van de DSA. En ze zijn bijvoorbeeld verplicht om aan te geven op welke manieren zij contentmoderatie doen. En die transparantie gaat hopelijk ook meer leiden tot meer inzicht op de manier waarop zij desinformatie willen bestrijden, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting ze ook willen beschermen. Er staat ook in hoe het verwijderen van illegale content plaats moet vinden, op wat zij doen om dat te doen. En dan hebben we het bijvoorbeeld dus over kinderporno, waar u het eerder over had. En er staat ook in die regelgeving veel meer in wat platforms moeten doen om te zorgen dat mensen mediawijzer worden. Dus hoe kinderen en volwassenen leren om waarde ook op informatie op waarde te kunnen inschatten. Zodat je dat thuis kunt bespreken, maar ook in de klas. En ook hoe je kunt zorgen dat je beter begrijpt wat iets is waar een bericht vandaan komt. Het stimuleren. Dus wat wij doen is niet alleen maar op dit gebied werken aan de invoering van die DSA. Zorgen dat die wordt versterkt. We kijken daarnaast dus ook naar mediawijsheid. Maar los daarvan kijken we ook naar het inzetten van alternatieven. Want voor ons is het ook van belang dat er andere platforms worden gecreëerd waar mensen informatie kunnen delen, zodat we niet met z'n allen afhankelijk zijn van alleen de grote platforms die er op dit moment zijn. Wat betreft illegale content, daarvoor is het evident dat een platform wordt gevraagd om dat te verwijderen. Dat vinden wij ook ontzettend belangrijk. Of het nou gaat over strafbaarheid zoals kinderporno of terroristische content. Maar wij willen ook zorgen dat er natuurlijk ook helderheid is en transparantie over wat er dan wordt verwijderd. Voor het einde van het jaar zullen mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken en ik nog een brief over desinformatie naar u toesturen. Overigens, om het nog een keer scherp te krijgen, desinformatie gaat dus niet over zomaar een mening die niet juist blijkt te zijn of die volgens sommige mensen niet juist is. Het gaat dan over het georganiseerd verspreiden van onjuiste informatie om daar een bepaald doel mee te bereiken. Over dat onderwerp sturen wij dus nog een aanvullende brief in de komende tijd. Dan nog iets over informatieveiligheid. Het belang om te zorgen dat er een hoog beveiligingsniveau is van informatie. We hebben gezien, en daar hebben we ook uw informatie over gestuurd, dat cybersecurity een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. De Nederlandse cybersecurity-strategie is ook verzonden onlangs. En ook in de werkagenda gaan we daar meer over vertellen. Recentelijk hebben we dus gezien met die ransomware-aanval hoe belangrijk het is om daar werk op te doen. En het is denk ik ook belangrijk om te weten dat we daarmee door blijven gaan om die incidenten waar recent toch weer hebben plaatsgevonden, om die zoveel mogelijk te bestrijden. En u zult ook nog op korte termijn van mij een brief ontvangen met de laatste informatie over die ransomware-aanval, die ID-ransomware-aanval, om u ook te laten weten wat de laatste informatie is op dit gebied. Dat was eigenlijk mijn introductie en dan wilde ik graag door met het beantwoorden. Dus ja, hoe kunnen ze dat anders waarmaken zonder cyberaanval? You will own nothing and eat the bugs, et cetera.
Het moet wel met voorbedachte raden zijn. Vragen die er gesteld zijn over Facebook. Dan wilde ik daarmee beginnen, want de vraag over algoritmes gaat vooral over de AI Act. Er was een vraag vanuit D66 hoe het nou staat met die AI Act. Nou, die is in een vergevorderd stadium als het gaat over de onderhandelingen in de raadswerkgroepen. Dat gebeurt onder het Tsjechisch voorzitterschap. Nu is Tsjechië dus de voorzitter dit halfjaar van de EU. Samenwerking ook moet er worden gevonden met zoveel mogelijk natuurlijk met het Europees Parlement. In de huidige teksten is veel van de Nederlandse inzet meegenomen als het gaat bijvoorbeeld over klachtrecht, maar ook over hoogrisico AI en het reguleren daarvan. De verwachting is dat aan het eind van het jaar wij in de Europese Telecomraad een compromis zullen vinden over de AI-verordening. En dan kunnen de trilogen beginnen en kan er ook de Europese Commissie aan het werk om samen met het parlement te zorgen dat er ook een definitieve tekst zal komen. Dus wij verwachten dat er eind van dit jaar een verdergaande tekstvoorstel is. Interruptie, mevrouw van Ginneke. Ja, dank voorzitter. Dank voor de brede procesupdate. Kan de staatssecretaris, de staatssecretaris nog ingaan op de gedefinieerde uitzonderingsgronden die nu in het concept AI Act stonden ten aanzien van het verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte? Ja, had ik nog specifiek even naar gezocht. Ja, die vraag zullen worden beantwoord door mijn collega, want die gaat op... Dus Joe Biden heeft 7 maanden terug al gezegd, it's coming, wat betreft die cyberaanval. Dus als er nog niks gedaan is om dat onmogelijk te maken, wat makkelijk is, door Intel ME uit te zetten, dat weten ze wel, de mensen van de AIVD en de techneuten die dat kunnen doen. Tja, dan zijn ze culpabel, daar komt het op neer. En kunnen we ook geen medewerking verlenen aan genocidale maatregelen die meer kwaad doen dan goed. Dat moet gewoon ophouden, dat moet stoppen. Welke gegevens de overheid nu van jou heeft verwerkt, welke gegevens worden gedeeld. En in de tweede tranche van de WDO gaan we dat dan ook opnemen. Heb ik ook daarmee... Het medisch geheim gaat er natuurlijk ook om. Medische discriminatie, medische tyrannie. ID 2020. Bescherming persoonsgegevens. Niet alleen bescherming tegen de medemens, maar natuurlijk ook tegen de overheid, die natuurlijk ook genocidaal kan zijn en een rechtspersoon is. Even voor de helderheid. Wij onderschrijven dat het niet acceptabel zou zijn dat er gegevens worden doorgegeven aan een derde land zonder dat daar een geldige grondslag voor is. En wat van belang is, is dat die verhouding tussen de AVG en de doorgifte van persoonsgegevens aan de cloud, dat het niet zo moet kunnen zijn dat dat zomaar plaatsvindt. De Amerikaanse providers, ik zal het even precies voorlichten, de verhouding tussen de AVG en de duidelijke voorwaarden die worden gesteld aan die doorgifte. Het kan niet zo zijn dat Amerikaanse providers daadwerkelijk dit soort informatie kunnen opvragen. En de voorwaarden waaronder persoonsgegevens vanuit de EU naar een derde land kunnen... Ik heb zelf geen behoefte aan geen eigendom hebben en insecten eten. Dus ik ben voor het zoveel mogelijk voorkomen van al die ongein en massamoord en een dystopische samenleving. Een soort Orwelliaanse nachtmerrie. En ze hebben al een Ministry of Truth. Straight out of Orwell 1984. En wat waren die andere ministries ook alweer? Ministry of Love, Ministry of Plenty. Ministry of Truth,
peace, love, and plenty are the four ministries of the government of Oceania in the 1949 dystopian novel 1984. Biden establishes a Ministry of Truth, Wall Street Journal, May 1st, 2022. Ook nog dat we dat goed moeten volgen en dat gegevens op basis van de Cloud Act dus niet zomaar kunnen worden gegeven, doorgegeven zoals de AVG ook vereist. Kort en goed, wat wij niet willen is dat gegevens van Nederlandse burgers terechtkomen op basis van die Cloud Act in de Verenigde Staten. De bescherming daarvoor moet worden geregeld op basis van dat adequaatheidsprincipe. En daarover zijn ook verdere onderhandelingen op dit moment tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie. En die moeten er ook voor zorgen dat dit niet verder kan plaatsvinden. Ik hoop dat daarmee mijn antwoord helder genoeg is. En mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag en dan beantwoorden dat in tweede termijn verder. Misschien daar nog even dan op aanvullend. Ja. Vandaag natuurlijk ook een schriftelijke inbreng kunnen voeren als Commissie Digitale Zaken. Dus natuurlijk staat altijd vrij om in tweede termijn ook verder over de cloud te praten. Maar ik zou adviseren om dat voor een ander debat verder te laten. Goed, dan gaan we door naar de vragen die gesteld zijn over cookies van derden door mevrouw Rajkowski namens de VVD. Ik ben het met u eens dat het onwenselijk is dat overheidswebsites gebruik zouden maken van tracking cookies van derden op onze sites. Het is voor ons wel vaak wenselijk om cookies te gebruiken, maar dat gaat dan om de site zelf te verbeteren. En dat zou ook wenselijk zijn. En ik vind dat het niet moet gebeuren dat aan de orde is dat we anderen op onze websites toelaten. Het onderzoek dat daarnaar is gedaan laat zien dat we daar als Rijksoverheid eigenlijk best goed in zijn, maar dat andere overheden wel degelijk ook gebruik maken van hun websites worden laten gebruiken door derden. En ik wil daar ook heel graag met hen samen over in gesprek om te zorgen dat we dit ook echt gaan oplossen. Want wat mij betreft kan het dus niet zo zijn dat overheidswebsites worden gebruikt voor andere doelstellingen en cookies die daarop zitten worden gebruikt voor andere doelstellingen dan het verbeteren van die overheidswebsites. Dan over contentmoderatie en Facebook. Vraag van mevrouw Bouchalit over of wij moeten vinden dat we überhaupt als overheid op Facebook zitten. Nou, we kijken daar ook met een ethische blik naar, want dat was ook de vraag. Namelijk, we vinden dat het belangrijk is dat als wij gebruik maken van social media platforms om informatie te delen, wat ook soms wenselijk kan zijn omdat veel mensen ook op deze platforms zitten, dan moeten die natuurlijk voldoen aan datgene wat wij vinden dat er moet gebeuren. En dat geldt zowel vanuit het perspectief van human rights, mensenrechten, als op het gebied van bijvoorbeeld het voldoen aan de AVG. Ik heb daar in het begin al iets over gezegd. De toetsen hebben wij daar in dit specifieke geval van die fanpagina's bij Facebook, hebben we die toets uitgevoerd. De onderzoeken liggen nu voor wederhoor bij Facebook. En op of voor 11 november hopen wij daar hun reactie op te horen. En dan kunnen we ook met u deze onderzoeken delen. Dank. Interruptie van mevrouw Bouchalit. Voorzitter, dank. Ik heb een korte vraag, want wat ik me afvroeg is, hebben wij zicht op hoe groot het bereik is via die Facebookpagina's? Dat helpt wel in de afweging of het allemaal nog wel de moeite waard is, om het zo maar even te zeggen. Want als het beperkt is, dan hoeven we ons misschien de moeite te besparen. Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat er veel naar die Facebookpagina's gekeken wordt, maar daar kunnen we misschien in tweede termijn nog even op terugkomen. Het zijn natuurlijk heel veel verschillende Facebookpagina's en het bereik zal waarschijnlijk verschillend zijn. Maar mij maakt dat eerlijk gezegd nog eens zoveel uit. Want ik vind dat of we nou met uiteindelijk veel bereik hebben of niet, het feit dat er, ik vind dat alle communicatiemiddelen die de overheid gebruikt en inzet, moeten voldoen aan de vereisten die we daar zelf aan stellen, namelijk de AVG en bijvoorbeeld zo'n toets als het gaat over mensenrechten. En ook al zou het heel veel bereik hebben, wanneer er mensenrechten in het geding zijn, dan vind ik dat wij als overheid daar niet gebruik van moeten maken. En vind ik ook dat we de stap dan moeten zetten om te zorgen dat zo'n platform aan het werk gaat om daar aan te werken, om dat ook voor elkaar te krijgen. Mevrouw van Weerdenburg. Ja, dank voorzitter.
Ik vind het wel interessant en ik ben blij dat, dat wij de onderzoeken en de stukken ook zullen krijgen. Vraag aan de staatssecretaris of wij als commissie ook de kans krijgen om daar eerst over met haar te spreken voordat er ja, besluiten of onomkeerbare stappen worden genomen. De staatssecretaris. Nou, dat lijkt mij goed, hè, want wij spreken elkaar op 11 november, dat is vrij snel na... op 14 november, vrij snel na 11 november. Ik kreeg net trouwens de informatie, het bereik is ongeveer van totale Facebook is ongeveer 5 miljoen. Het gaat dus wel over een vrij groot bereik. Mevrouw van Weerdenburg. Excuus, ja, ik dacht dat ik de staatssecretaris hoorde zeggen dat Meta tot 11 november de kans heeft om te reageren. Maar dat is dan misschien heel kort dag voor maandag. Dan, die 14 november dat wij met de commissie zitten. Dus ik denk dat dat misschien te vroeg komt. Staatssecretaris. Nou ja, mijn intentie is om ook op dat moment de onderzoeken te publiceren. Hè, dus de hoor-wederhoortermijn is tot dat moment. Wij kunnen natuurlijk dan ook de onderzoeken daarna publiceren. Ja. Oké, dank. Dan nog één interruptie van mevrouw Vergineke. Ja, dank voorzitter. Ja, ook op dit punt. Even om te checken, want heb ik de staatssecretaris goed begrepen dat als uit de beantwoording van Meta blijkt dat Facebook niet voldoet aan de ondergrens die wij hebben gesteld ten aanzien van persoonsgegevens en mensenrechten, de DPA en de HRIA, om het nog voor iedereen onbegrijpelijker te maken, stopt de overheid met het gebruiken van Facebook als kanaal. Zo heb ik het gehoord. Betekent dat dan ook dat als het daar wel aan voldoet, dat er nog steeds een aparte afweging komt waarin het kabinet gaat besluiten, misschien desondanks niet, toch ook Facebook af te bouwen? Want ik hoorde de staatssecretaris niet zeggen dat het antwoord van Meta daarin meteen de beslissing forceert. Dat er een aparte afweging gemaakt wordt. Want ik zou het mooi vinden in het kader van het goede voorbeeld geven dat de overheid zelf de morele lat net iets hoger legt dan de wettelijke ondergrens. Nou, misschien even om het heel precies te zeggen. Dus we hebben onderzoek laten doen. En zoals we dat bij dit soort onderzoeken doen, vinden we dat de organisatie op wie we dat onderzoek of wie dat onderzoek van toepassing is, de gelegenheid geven daarop te reageren. Dus dat gaan we doen. De reactietermijn loopt af op 11 november. Dat is het moment waarop dan ook onderzoek en de reactie daarop kunnen worden gepubliceerd als die reactie ook komt. Kijk, op basis daarna moeten wij natuurlijk met elkaar een besluit nemen. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is je kunt natuurlijk een besluit nemen om te zeggen wij stoppen ermee als het niet voldoet. Maar ik vind het ook belangrijk om vooral ook de platforms de mogelijkheid te geven om zich ook aan te passen. We willen natuurlijk vooral ook dat wanneer niet alleen wij gebruik maken, maar heel veel mensen gebruik maken van Facebook, dat Facebook voldoet aan de vereisten. En de keuze die we maken, nou ja, daar kunnen we dan, moeten we dan ook naar gaan kijken. Dat is te voorbarig om daar nu iets over te zeggen. Natuurlijk kan de overheid altijd kiezen om te zeggen wij vinden dat het niet voldoet en er is geen... En als een platform ook niet zou willen verbeteren, dan kunnen we daar natuurlijk afscheid van nemen. We zien bijvoorbeeld, dat hebben we bij Google gezien, dat op het moment dat er toen een DPA kwam die niet voldeed, er door het platform is gekozen om ook daadwerkelijk aan het werk te gaan en de vereisten aan te passen. En eerlijk gezegd is mij dat liever dan alleen maar ermee stoppen. Ik heb het liever dat we werken met platforms die vervolgens dan ook aan het werk gaan, omdat uiteindelijk niet alleen de overheid gebruik maakt, maar nog heel veel andere instanties ook. Dus de vragen die daarover gesteld zijn, het onderzoek dat gedaan is, komt dus op 11 november uit. Dan zullen we zien wat de stand is, wat ook de reactie is van Facebook. En ik hoop vooral dat, mochten zij niet voldoen aan de vereisten, dat ze dan ook alles zullen doen om daar wel aan te gaan voldoen. Want dat is precies wat we eigenlijk beogen. Dan ga ik verder met de andere vragen die erover gesteld zijn. Ja. Een aantal vragen over desinformatie en de maatregelen die we kunnen stellen. En die vragen kwamen vanuit Volt. Hè. Welke dilemma's zijn er met dat bestrijden van desinformatie? En ik denk dat veel van die dilemma's aan de orde zijn geweest op het moment dat u ook daar uw debat erover had. Ik denk dat de kern is dat wat echt verboden is, hè, bijvoorbeeld kinderporno, dat helder is dat niet, dat mag offline niet, dat mag online ook niet. Maar het gaat natuurlijk altijd over die thema's die gaan over de vrijheid van meningsuiting. Wat mag je wel zeggen en wat mag je niet zeggen? Nou, wat we daar natuurlijk in
in Europa over hebben gedaan, is eigenlijk vooral zorgen dat we in die DSA een kader gebruiken, want u vroeg ook naar dat kader. Dat heet de Code of Practice Against Disinformation. En dat kader is ook weer onlangs aangepast. En eigenlijk laat dat het kader zien waarbinnen geopereerd moet worden. Want dat is de Code of Practice Against Disinformation, de praktijkcode tegen desinformatie. En die zegt iets over wat nou precies wel of niet alleen maar, wat er strafbaar is. Want dat wat offline strafbaar is, is dat online ook. Maar dan gaat het vooral over die vragen die wat meer gaan over wat is nou onwenselijk of wat vinden we dat we niet zouden moeten willen. En hoe reguleren we daar dan op? Nou, dat gebruiken wij in feite ook. En bijvoorbeeld een van die informaties die waar bijvoorbeeld ook het ministerie naar gekeken heeft in dat verband. En dus is de content, er is het regulerende werk wat platforms worden gedaan. Maar waar wij zelf ook naar kijken is dat we op een gegeven moment vonden dat er allerlei informatie was dat het een goed idee was om bij het stemmen twee hokjes rood te maken. Nou, daar heeft het ministerie van gezegd dat is niet wenselijk. Want we weten dat als je twee hokjes rood inkleurt, dan is je stem ongeldig. We hebben dan ook gevraagd aan een van die platforms om die informatie ook te corrigeren. Of in ieder geval daar iets bij te zetten. Dus het kan best zo zijn, want daar ging het over, wat is nou precies informatie die niet noodzakelijkerwijs strafbaar is, maar wel schadelijk. Nou, dat is dit bijvoorbeeld. Informatie waar ik zelf ook van vind dat die veel op online platforms is, die ook niet strafbaar is, maar wel tot veel schade kan leiden, is heel veel informatie wordt gegeven aan jonge meisjes om heel erg extreem te gaan lijnen. Is dat strafbaar? Nee, het is niet strafbaar. Maar het is wel onwenselijk en het kan ook tot schadelijke gevolgen leiden. En daarvoor is het, en dat staat bijvoorbeeld ook in die Code of Practice, is het wenselijk dat platforms dan ook informatie geven als je dan veel van dit soort informatie krijgt. Gezonde informatie over gezond gewicht of over gezond eten. Nou, dat soort dingen zijn de onderwerpen die in die contentmoderatie aan de orde zijn. En dan gaat het dus in dit geval over informatie die nogmaals niet schadelijk noodzakelijkerwijs is, maar wel leidt tot, als niet illegaal is, maar wel schadelijk is. Was er nog een vraag vanuit de PvdA hoe geborgd is dat ambtenaren burgers op platforms tegemoet treden en gebruik maken. Nou, we hebben richtlijnen bij de Rijksoverheid over het gebruik van social media om te communiceren. We stellen daar hele hoge eisen aan, nou ja, op het gebied van privacy enzovoort, omdat wij vinden dat daar een voorbeeldfunctie is. Datzelfde geldt voor het adverteren. Wij vinden het dus ook van belang dat zoveel mogelijk mensen die, medewerkers van de overheid die platforms gebruiken om informatie te delen, heel goed kijken ook naar, is er sprake van dat er ook door die platforms gebruik wordt gemaakt van, of dat die platforms ook de privacyregels daadwerkelijk ook respecteren. En zo'n DPA, bijvoorbeeld van Facebook, is een manier om dat ook te toetsen. Dan was er de vraag of van het CDA of ik gebruik maak van het account, of ik een account heb op Mastodon. Dat heb ik op dit moment niet. Maar ik vind het wel belangrijk, en dat is eigenlijk precies de reactie die ook werd gegeven vanuit de Europese Commissie en vanuit meerdere personen. En ik heb zelf dat bericht ook geretweet, dat als Twitter actief is in Europa, dat net zoals alle andere social media platforms zich dan ook houdt aan de regels die we met elkaar hebben vastgesteld. Dan was er een vraag van het CDA die gaat over, vindt u dat het een goed idee is dat maar één persoon de macht heeft op een social media platform? Nou ja, daar gaan wij inderdaad niet over, over wie de eigenaar is van dit soort platforms, maar wel of een platform zich houdt aan de regels die wij met elkaar hebben gesteld. En dat betekent dus dat ook Twitter zich moet houden aan de DSA voor zeer grote platforms. En dat is Twitter, is de ingangswerking, inwerkingstreding is 2023. Maar natuurlijk is het goed om ook alvast te kijken wat er voor die tijd gebeurt. Dat betekent dus ook dat we vragen of zoveel mogelijk van die platforms zich ook al te houden aan de Code of Practice, die praktijkcode voor desinformatie bijvoorbeeld. Dan een vraag van het CDA over machtsmonopolies online. Volgens mij heb ik die al
Beantwoord nou misschien nog iets meer over, want dat gaat wat meer over die Digital Markets Act. Hè. Die gaat over de machtsmonopolies. Die kijkt naar de marktmacht van online platforms. Geldt vanaf 2024. Dan moeten die platforms met een poortwachterfunctie ook zorgen dat alles interoperabel wordt gemaakt. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want dan heb je als klant, als gebruiker van zo'n platform ook de mogelijkheid om over te stappen. Even kijken dan, was er nog een vraag over die onwenselijke content, die heb ik al beantwoord. En dan ga ik over naar wat andere vragen die er gesteld zijn over de adresgegevens, bijvoorbeeld in het handelsregister, vraag van GroenLinks en ook vanuit de VVD. Dat ging over dat beschermen of afschermen van adresgegevens. En de eerste stappen die daarin gezet zijn vanuit het ministerie van EZK. Even goed om hier ook te zeggen dat ik deze vraag ook beantwoord namens het ministerie van Economische Zaken en de minister van Economische Zaken. Is dat we vinden dat zoveel mogelijk die gegevens, wanneer dat wenselijk is, moeten worden afgeschermd. U zei, er zijn beroepsgroepen waarvan dat gebeurt. En kan dat ook, kan dat ook preventief? Er is geen echt limitatieve lijst aangegeven van beroepsgroepen en de afscherming. Mensen die dat willen of beroepsgroepen die dat willen, kunnen zich ook collectief melden bij de Kamer van Koophandel of bij het ministerie. Wanneer zij het idee hebben dat zij nu nog niet voldoende onderdeel zijn van die groep die kan worden afgeschermd. En dan was er nog de vraag van mevrouw Rajkowski, die ging dan wat meer over de woonadressen van bestuurders en politici. Als het gaat over het afschermen van lokale bestuurders, is er overleg gevoerd met koepelorganisaties. Dit heeft geleid tot een concept convenant. Dat wordt voorgelegd aan het overleg rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat het handelsregister hier misschien niet altijd een goede oplossing kan bieden. Maar wel dat het mogelijk is voor burgemeesters om, wanneer ze dat wenselijk is, adressen van raadsleden of kandidaatsraadsleden of wethouders ook daadwerkelijk af te schermen door gebruik te maken van een zogenaamd postadres. En dan is het dus, als dat wenselijk is, mogelijk om dat te gebruiken om de adresgegevens van lokale raadsleden, lokale bestuurders ook daadwerkelijk af te schermen. Dat kan overigens ook gebruikt worden in het kader van die combinatiefunctie waar u het ook over had, waarbij bijvoorbeeld een lokaal raadslid ook bestuurder is van een stichting of van een bedrijf en geen gebruik zou willen maken, maar dan gebruik wil maken van een ander adres, niet van van het eigen woonadres. Dank. Dan nog een interruptie van mevrouw Bouchalikt. Ja, dank voorzitter. Ik had een vraag over de beroepsgroepen die in aanmerking komen voor die bescherming eigenlijk. De staatssecretaris gaf aan dat groepen vinden dat ze dat ook zouden moeten krijgen, dat dan kunnen aangeven. Maar mijn vraag ging specifiek over mensen die dus ongeacht hun beroep last hebben van bijvoorbeeld stalking. Dus dit is een ander soort categorie dan specifiek journalisten bijvoorbeeld of politieke ambtsdragers. Dit gaat om mensen die op een kwetsbare manier worden benaderd. Wat kunnen we voor die groep doen, ongeacht hun beroep? Ja, je kunt ook gewoon kapster zijn, zeg maar, en geen geld hebben voor een ander postadres. En je ex stalkt je. Om het maar even heel concreet te maken. Wat kunnen we voor zo iemand doen? Nou, voor die mensen kan er dus ook zo'n postadres worden gebruikt en kan het adres dus ook worden afgeschermd. En dat postadres kan als het ultiem nodig is, altijd ook nog de gemeente zijn, toch? Dat is een van de dingen. De gemeente kan dat dan ook aangeven, ja. Maar dat kan dus wel. Iemand kan het aangeven en dan wordt het adres afgeschermd en wordt er eventueel een postadres aangemaakt om te zorgen dat je uiteraard nog wel bereikbaar bent. Want dat is natuurlijk wel wat vaak nodig is voor ondernemers of zelfs noodzakelijk is. Ja. Even kijken hoor. Misschien een niet helemaal logische volgorde zie ik in mijn digitale app, maar wel een belangrijk thema. Want dat ging over de vraag van de heer Bontebal rondom het thema van die digitale grondrechten. En ik vond het mooi dat hij zelf al een opsomming maakte van een aantal van die digitale grondrechten
waar je aan zou kunnen denken als het gaat over het beschermen van gegevens, maar ook over die verplichtingen. En in de werkagenda die binnenkort dus uitkomt, hebben we het ook over dit soort digitale grondrechten. En ook wel in het kader van vragen die daar eerder over gesteld zijn, namelijk het soort opzetten van een waardekader. Hoe beoordeel je nou welke grondrechten in welke gevallen ook van toepassing zijn? Want het is nou eenmaal zo dat inderdaad soms ook grondrechten met elkaar botsen. En het is goed om daar ook een kader voor te hebben. Als het gaat dus over die agenda, die digitale agenda, dan komen we terug op die waarde, op dat waardekader en zeker ook op die grondrechten. En daarin worden ook meegenomen inderdaad een aantal van die grondrechten die u heeft aangegeven, namelijk bijvoorbeeld het recht om mee te kunnen doen, het recht om ook beschermd te kunnen zijn in je persoonlijke levenssfeer. En ook het zorgen dat bijvoorbeeld algoritmes goed zijn afgeschermd. En het thema van die interoperabiliteit is daar ook onderdeel van. Dat is ook onderdeel van een van die Europese verordeningen die ook zegt dat die interoperabiliteit zo belangrijk is voor het gebruik van social media platforms, zodat je kunt verhuizen van de een naar de andere. Dus wij komen daar nog verder op terug. En ik denk dat dat dan ook een belangrijk onderwerp is. Heer Bontebal, interruptie. Dank, ik ben daar blij mee. Dat geeft een mooie gelegenheid om de volgende keer weer wat dieper op door te discussiëren. Zitten in dat stuk ook de publieke waarden? Want ik heb het idee dat we de afgelopen jaren heel sterk op die grondrechten hebben gezeten, maar te weinig op de publieke waarden. Volgens mij hoort die bij elkaar. En zit er iets in ook over wat we van burgers mogen verwachten? Dus de kant van verantwoordelijkheid en plichten. Die is moeilijker, maar ik denk ook dat het goed is om daar ook eens met elkaar over na te denken. Ja. Nou, dat stuk van die plichten komen denk ik ook op terug in de discussie of het debat over dit onderwerp. Ik denk we moeten daar even goed naar kijken als we de werkagenda hebben uitgebracht of dat wat u betreft daar ook voldoende in zit. We hebben ook afgesproken, of beter gezegd de minister van BZK en ik heb ook gesproken over de grondrecht en nieuwe technologie en dat we daar nog een onderzoek over zullen doen en dat u daar ook nog over wordt geïnformeerd. Dus ik weet niet zeker of u dat helemaal wordt bediend op dit moment, maar ik hoop het wel, want we hebben het natuurlijk niet alleen over de digitale grondrechten, maar we hebben het ook over de vraag hoe we kunnen zorgen dat met name ook de rechten die er zijn of de plichten die er zijn vanuit bijvoorbeeld social media platforms, plichten die er zijn vanuit de overheid, we ook zorgen dat we daadwerkelijk ook bescherming voor burgers organiseren op een manier die ook wenselijk is. Dank. Nog even een procedurele vraag, want ik had nog een vraag gesteld over het recht om offline te zijn. Gaat die naar de collega of wordt die meegenomen in die brief? Dan heb die komt nog. Die komt nog. Oh, die komt nog. Die komt nog. Even kijken, mevrouw Van Weerdenburg had ook nog even interruptie. Even kijken hoor. Anders kunnen we deze wel even afmaken. Want volgens mij zullen we dit even afmaken? Dat lijkt me goed. Ja, er was namelijk nog de vraag van het CDA en Volt over de burgerschap en gemeenschapswaarde of de burgerschapszin. En hoe social media daar een rol in spelen. En dat is denk ik een gedeelde zorg. Namelijk dat we zien dat social media ook daadwerkelijk en die platforms ook echt wel leiden tot heel veel discussie over en dus ook het tegenover elkaar stellen van mensen, van bevolkingsgroepen, enzovoort, enzovoort. Dat is ook precies de reden waarom ik het zo belangrijk vind dat social media platforms op basis van de DSA en op basis ook van die Code of Practice nadenken over moderatie. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat we in de komende tijd daar met elkaar nog verder over discussiëren of we dat ook voldoende vinden. En want het gaat inderdaad over weer dat stuk van enerzijds het echt verbieden en het verwijderen van content die daadwerkelijk strafbaar is. Maar als het gaat over die moderatie, dan is daar die code of practice. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we met elkaar ook dus gaan kijken of we vinden dat dat voldoende gebeurt of dat op een goede manier gebeurt. En daarbij blijft het ook altijd weer een dilemma over in hoeverre je ook vindt dat daar ook gemodereerd wordt op een manier die wenselijk is. En daarom is het zo belangrijk, wat mij betreft, dat ook over die contentmoderatie
die platforms ontzettend transparant zijn. Dus dat ze aangeven hoe ze dat ook inrichten. Interruptie, mevrouw Van Weerdenburg. Ja, dank voorzitter. Ik was even benieuwd hoe de staatssecretaris eigenlijk digitale grondrechten definieert. Vatten we dat op als een soort vertaling van de papieren ouderwetse grondrechten naar het online digitale domein? Zo had ik me opgevat. Of zijn we nu voor het digitale domein grondrechten aan het formuleren? Nee, wat mij betreft gaat het inderdaad over de vertaling van de grondrechten die we al hebben, die we kennen in het normale domein, in het normale leven, en hoe zich die dan ook online vertalen. En wat we heel veel zien is dat dingen die heel normaal zijn, dat je die niet doet in de normale offline wereld, online wel heel veel voorkomen. En het nadeel daarvan en het afschuwelijke soms daarvan ook, of de afschuwelijke effecten daarvan ook zijn, is dat de digitale wereld het heel makkelijk maakt om heel veel informatie snel te verspreiden. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je iedereen zijn mening en zijn ideeën en ook schadelijke informatie kan plaatsen, maar dat de social media platforms en de algoritmes die zij gebruiken er vaak ook toe leiden dat die informatie op een hele snelle manier wordt verspreid. Dus het gaat niet alleen maar over wat staat erop op zo'n social media platform, maar het gaat ook over hoe wordt het dan verspreid of met welke snelheid en aan wie. En daar zit dan die discussie, die gaat over hoe zorgen we ervoor dat wat echt verboden is dan ook niet wordt verspreid. Hoe zorgen niet alleen wordt geplaatst en niet wordt verspreid, of als het geplaatst wordt, wordt weggenomen. Maar ook dat wat we niet wenselijk vinden aan informatie die schadelijk is of die schadelijk zou kunnen zijn. Denk aan de voorbeelden die ik noemde over meisjes die worden geleid op websites of toegeleid naar websites waar ze hele heftige informatie te zien krijgen over die hun gezondheid beschadigt. Mm-hmm. Of informatie die ertoe leidt dat iemand zijn stem wel eens verkeerd zou kunnen uitbrengen, terwijl hij of zij niet van plan was dat te doen. Ja, komt ook nog een brief volgens mij, mevrouw Van Weerdenburg, laatste interruptie. Op dit ja, of dan ook meegenomen kan worden in die brief, in die vertaling. Specifiek, ja, ik zit dan te denken, vroeger in de goede oude tijd was een foto, viel eigenlijk onder het eigendomsrecht. Want ik had hem in mijn fotoalbum, in mijn boekenkast, in mijn huis. Dus dat is dan eigendom. Maar een digitale foto in de cloud, hoe gaan we die dan klassificeren? Is dat nog steeds eigendomsrecht? Of kijk, want dan, bij die vertaling, het zijn nu hele andere identiteiten. Wat mij betreft wel. Maar of daar ook op ingegaan kan worden? Gewoon het voorbeeld. Kunt u toezeggen dat u dit onderdeel meeneemt bij digitale grondrechten? Nou, even voor de helderheid. De brief die de minister van Binnenlandse Zaken en ik gaan schrijven gaat over desinformatie. Dus daar komen we met een apart stuk. In de informatie die we, of de brieven die we vandaag bespreken, staat iets over dat eigendomsverhaal. En daar staat iets in dat het eigendomsprincipe voor dit soort onderwerpen niet goed geldt. Wat in de werkagenda terugkomt is wel over regie over je eigen gegevens. Dus dan gaat het over je online gegevens en hoe we willen zorgen dat mensen regie houden over hun eigen informatie die online zichtbaar is, die online gedeeld is of die beschikbaar is bij de overheid en die ook gebruikt wordt door de overheid. En ik denk dat dat thema over de regie, daar komen we in die werkagenda op terug en ik hoop daarmee ook wat meer te kunnen zeggen over het onderwerp waar u het net over heeft. Wat is dat dan, die regie over je gegevens en hoe zorgen ervoor dat je die regie ook behoudt. Helder. Gaat u verder met... Ja, dan wilde ik graag door met de vragen die er gesteld zijn nog. Ik ga even door. Van mevrouw Rajkowski inderdaad, over dat recht op offline te zijn, hoe we tegen dat principe aankijken. U schetst een beeld over de problemen die er in de digitale samenleving is. Hè. Mensen laten veel sporen na. En het is ook inderdaad zo dat in heel veel gevallen, niet zozeer noodzakelijkerwijs bij de overheid, maar bijvoorbeeld inderdaad in de commerciële wereld is het zo dat als je een paar sokken bestelt online, dat je dan wordt gevraagd om heel veel informatie te delen. Nou, wat er natuurlijk van belang is nummer één, is dat ook de AVG daar iets over zegt. Namelijk dat het gaat altijd over gegevensminimalisatie. Dus dat iemand die iets verkoopt online maar een beperkt aantal gegevens van jou mag vragen, namelijk die nodig zijn om te zorgen dat paar sokken ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Ik denk dat de minister van Rechtsbescherming daar ook nog wel meer over zou kunnen zeggen of zal zeggen zo meteen.
En dan gaat het nog wel over dat veilig online zijn. Want op dit moment gebeurt dat niet altijd. We zien dat veel partijen veel informatie van je vragen. En dat dan inderdaad die gegevens weer door anderen worden gebruikt of gestolen enzovoort. En wat er gebeurt is dat je dan, dat heeft ook met die cookies te maken, dat je dan weliswaar misschien daar toestemming voor geeft, doordat je ja klikt op een cookie, maar je eigenlijk zelf niet echt goed doorhebt waar je nou eigenlijk precies ja tegen zegt of ja tegen hebt gezegd. En ik vind het dus ontzettend belangrijk dat iedereen veilig online kan zijn, dat je regie hebt ook over je gegevens. Ik ga in de komende tijd in die werkagenda heb ik een aantal acties opgenomen om te zorgen dat je de online wereld ook kan vertrouwen, dat je regie houdt. En een onderdeel daarvan is, vind ik ook, dat we verder moeten gaan in de komende tijd met de e-privacy-verordening. Dat is een verordening die in Europa is uitgekomen, maar die nog niet is aangenomen en die echt gaat over dit onderwerp. Over hoe zit het nou precies met online en niet online. Uw vraag was van, wat vindt u van dat recht om offline te zijn? Vinden we dat principe dat ook altijd moet gelden? Ja, er is natuurlijk een recht om offline zaken te doen met de overheid. Of dat ook altijd kan in de fysieke wereld, vind ik wel heel erg lastig. Maar ik vind het wel heel belangrijk om nog eens even goed te kijken naar, als je dan online begeeft, als je iets online koopt bijvoorbeeld, of als je een kaartje bestelt bij de bioscoop, dat er dan echt goed wordt gekeken naar hoe je dat op een veilige manier kan doen. En dat het niet zo is dat die gegevens die je dan geeft ook zomaar kunnen worden gebruikt. Omdat dat thema van die, dat noemen ze dan zo mooi consent, hè? Je klikt op een cookie en daarmee geef je toestemming. Echt best ingewikkeld is, omdat voor heel veel mensen het helemaal niet zo duidelijk is wat je nou precies toestemming voor geeft. Omdat het ook makkelijker is om op ja te klikken dan op nee, bijvoorbeeld. Dan als voorzitter heb ik even naast me gekeken. Mag ik daar even ook op reageren als woordvoerder? Dank daarvoor, want dat scheelt dan mij ook weer straks in mijn tweede termijn. Het ging inderdaad niet alleen om het bij het bestellen, maar het ging ook om überhaupt dat het apparaat werkt. Dus hoe ik hierop kom, is iemand die bij mij aanklopt en zegt, ik heb een printer gekocht. Die doet het verder. Stekker in de stopcontact en aangesloten in mijn computer. Maar in het proces van dat ding aanzetten, moest die persoon eerst online bij dat bedrijf een account aanmaken. Geen idee waarvoor. En dan met die code die printer het past. En dan heb je ineens een online account, wat helemaal niet nodig zou zijn om die printer te maken. Dus daar gaat hij eigenlijk nog over. En ja, wat doen ze met die gegevens in dat account? Dat weten we denk ik allemaal. Ja. Dus alsof u dat, als u nog kan toezeggen, u gaat er nog naar kijken, zei u, als u kan toezeggen dat u dat deel ook meeneemt en daarmee dan terugkomt naar de Kamer, dan is die voor mij van mijn tweede termijnlijstje af. Perfect. Nou, dat zeg ik graag toe. Ja, nou, het is ook inderdaad, ik denk dat het ook een van die onderdelen is waarin mensen de online wereld soms ook echt als onaangenaam beschouwen, omdat je het idee hebt dat je veel informatie moet weggeven. Ik dacht dat ik daarmee de vragen die gesteld zijn ook beantwoord heb. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat nog heel graag van u. Maar volgens mij heb ik de meeste vragen ook daadwerkelijk beantwoord. Ja, dank. De vragen die ik nog over heb staan ook van andere partijen. Die gaan allemaal over de UAVG, de AP, datalekken, et cetera. Dat klopt, hè? Dus dan zijn de vragen beantwoord. Ja, dank. Dan gaan we naar minister voor Rechtsbescherming, de heer Weerwind. Voorzitter, dank u wel. Ik werd uitgenodigd voor deze commissie, was ik even op zoek naar mijn rol natuurlijk. Vanuit het verleden mocht ik me hard maken voor het e-beleid van alle Nederlandse gemeenten, maar ook voor alle veiligheidsregio's. En ik heb wat dat betreft weer een wake-up call, hoe u daarover debatteert, hoe u daarmee bezig bent en de ambities die u uitspreekt. Liefhebber van Black Mirror, wetend dat alle technologie die daar getoond wordt ook bruikbaar zijn. Ik zal mij beperken, voorzitter, tot de vragen die mij gesteld zijn. Sta mij toe om toch even een korte inleiding te geven, want ik zit hier natuurlijk nadrukkelijk vanwege de bescherming persoonsgegevens. Daarna wil ik ingaan op het verhaal van de algemene gegevensbescherming. In totaliteit zijn veel vragen over gesteld. Vervolgens zal ik ingaan op de verticale gegevensbescherming. Daarna zijn wat overige vragen gesteld. Dus op het moment dat u denkt van hij komt er niet op, hij gaat niet over die AP praten, ga ik echt doen onder het kopje overig. Ja. En ik ben dankbaar dat ik even hierbij mocht zijn om al die mooie fundamentele discussies te horen die dit thema raakt. Voorzitter, het onderwerp van vandaag, onder andere gegevensbescherming. Een thema wat ons allemaal raakt. Want hoe meer we digitaal actief zijn, hoe meer persoonsgegevens er worden verwerkt.
En hierdoor neemt ook de belang toe dat op een correcte manier met persoonsgegevens wordt omgesprongen. En het belangrijkste instrument om de verwerking van onze persoonsgegevens in goede banen te leiden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik ga nu de afkorting continu gebruiken in mijn betoog AVG. Geldt sinds 2018. Volgend jaar hebben we de AVG 5 jaar. AVG heeft wat mij betreft het hele onderwerp gegevensbescherming uit de schaduw gehaald en in het licht geplaatst. En door de AVG is er een groter bewustzijn ontstaan over de verantwoordelijkheden die het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengt. AVG maakt duidelijk dat persoonsgegevens niet lukraak, bewaard en gedeeld mogen worden. Ik hoor soms overheden of bedrijven of anderen zeggen de AVG is te streng. Laat ik duidelijk zijn, ik ben het daar niet mee eens. De AVG dwingt ertoe na te denken over bijvoorbeeld het doel en de noodzaak om gegevens te werken en om daar verantwoording over af te leggen. Ja, dat is lastig. Dat kan zijn. Soms althans. Maar het voorkomt wel dat uw en mijn gegevens naar believen worden gedeeld en gecombineerd. En wanneer de AVG gevolgd wordt, is er veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Hij had het over Black Mirror. Ja, ik weet niet of dat is wat ik gevonden heb met de zoekmachine. En waarom is er geen camera meer? Er was eerst een camera die de individuele sprekers liet zien. Nu zien we alleen nog die hele tafel. Verder staan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk niet stil. Waar wij in het lineaire tijdperk nog dachten van 1 naar 2, moeten we opeens in het digitale tijdperk denken van 2 naar 4, van 4 naar 8, van 8 naar 16 enzovoort. Die snelheid zit erin. Die zit ook in deze discussie die we met elkaar voeren. En dat betekent dat we dan ook voortdurend moeten bezien of onze wetgeving nog voldoende bij de tijd is. En daarom, en in dat licht, zal ik uw Kamer deze maand de verzamelwet gegevensbescherming aanbieden dat de uitvoeringswet bij de AVG op een aantal belangrijke punten aanpast. U kunt bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld zou zijn de striktere omschrijving van de voorwaarden voor toepassing van gezichtsherkenningstechnologieën. Voordat u met vragen komt, ik ga daar zo dieper op in. En maar van belang voor de werking van de AVG is de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Is die goed in staat haar taken te vervullen? Het kabinet heeft dan ook besloten, het coalitieakkoord, om juist het budget uit te breiden. En de komende jaren ook verder te laten doorstijgen. Er is dan ook extra ruimte gecreëerd voor de oprichting van de algoritme toezichthouder bij de autoriteit persoonsgegevens. Voor uw beeldvorming, sommige punten die ik gehoord heb vandaag, zal ik morgen, ik weet niet of het toeval is, maar het is wel een werkelijkheid, staat de autoriteit persoonsgegevens in mijn agenda. En sommige zaken zal ik ook heel nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Voorzitter, ik ga in op de kopjes zoals ik die net noemde. En ik start met de vraag die mij gesteld is, dat wij over de 25 uitvoeringsorganisaties en of ze voldoen aan de AVG. Als ik mij niet vergis, kwam de vraag van de Tweede Kamerlid van D66. Toenmalig Kamerlid Verhoeven, die heeft zich afgevraagd over het naleven van de AVG bij uitvoeringsinstanties. En het vorige kabinet heeft die in juli 2021 beantwoord. In de vragen werd terecht aandacht gevraagd, voldoen overheidsorganisaties naar AVG. Het vorige kabinet is daarmee aan de slag gegaan en laat ik duidelijk zijn, ik zet die lijn ook voort. En iets meer dan een jaar geleden heeft mijn ambtsvoorganger, samen met de toenmalig minister van BZK, een verzoek gedaan aan het WODC om een onderzoek te doen naar de naleving van de AVG door overheden. Wat is het doel van het onderzoek? Aanbevelingen te verzamelen voor het verbeteren van die naleving. En daarvoor moet in kaart worden gebracht welke bepalingen de AVG met name minder goed worden nageleefd en wat daaraan ten grondslag ligt. Ik wil oorzaken weten. En dan praat ik over de hele overheid. Dus niet alleen over de Rijksoverheid, maar ook over onze uitvoeringsorganisaties, de gemeenten en de provincies. En belangrijk om te vermelden is dat elk onderdeel van de overheid zelf ervoor moet zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de regels uit de AVG. Ik kan u veel vertellen over mijn tijd als lokale bestuurder, hoe pittig die opgave was. Maar dat zal ik terzijde houden. Onder de AVG is dan ook iedere verwerkingsverantwoordelijke, namelijk zelf gehouden, de materiële bepalingen van de verordening na te leven. Dat betekent dat voor wat betreft de naleving van de AVG, ieder bestuursorgaan dat verwerkingsverantwoordelijk is, zelf verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen van de verordening.
Waar staat het onderzoek op dit moment in de afrondende fase? Ik spreek de wens en de verwachting uit dat ik de resultaten volgende maand krijg. Ja, en dat is de decembermaand en we schuiven altijd alles van voor het kerstreces. Dus daarom ben ik altijd heel huiverig daarmee. Maar laat ik u wel stellen, u heeft het zeker in de maand januari. En dan ga ik het aanbieden aan de Kamer daarna. In uw richting. Interruptie, mevrouw van Ginneke. Ja, ik ben blij met dit bericht. Ik kan best leven met januari. Wel eens even de vraag, zit daar dan al een kabinetsreactie bij dat onderzoek? Of komt die dan nog later? Die komt later, mevrouw van Ginneke. Via uw voorzitter. Ja, dat komt goed. Ja. Die komt later. En wanneer is later? Ik denk dat wij een verwerkingstijd nodig hebben van 2-3 maanden. Ik kijk even naar rechts. Van 2-3 maanden. Ja, we willen het wel serieus nemen. En het is wel de impact is groot wat er gevraagd wordt. En ik doe het liever zorgvuldig en goed. De waard ook de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid centraal stelt. Kunnen we dan toch iets met een reces opschrijven voor het voorjaarsreces bijvoorbeeld? Dat is 2,5 maand. 2 maand, om en nabij. Mevrouw de voorzitter, u doet nooit aan koehandel, is mij verteld. U wilt altijd realiteitswaarde horen van mij. En klopt. Daar ben ik nu eigenlijk op zoek naar. Ik kom er even in de tweede termijn op terug. Okay. Ik wil wel dat het uitvoerbaar is. Ja, een vraag die mij gesteld is wat dit kabinet gaat doen om gedragscodes en AVG-certificering te bevorderen. Terechte vraag van uw Kamer. In de reactie op de eerste evaluatie van de AVG door de Europese Commissie, eind 2019, hebben lidstaten, waaronder Nederland, aandacht gevraagd voor het beperkte aantal gedragscodes en de certificering. De praktijk is weer barstiger, moet ik concluderen. En op de website van het Europese Samenwerkingsverband van Toezichthouders zijn slechts enkele gedragscodes gepubliceerd. En ten aanzien van certificering ontbreekt het Nederland aan een certificeringsorgaan. Dit heeft enerzijds ermee te maken dat het Europese Samenwerkingsverband pas eind 2019 richtsnoeren heeft gepubliceerd, maar ook dat een bedrijf of organisatie in alle lidstaten waar hij actief is aan verschillende certificeringsvereisten voldoen en verschillende certificeringsprocedures doorlopen. Dat is het slechte nieuws. Positieve nieuws. Hetzelfde Europese Samenwerkingsverband van Toezichthouders, de zogenaamde European Data Protection Board, heeft eerder dit jaar een eerste advies over certificeringscriteria op unieniveau goedgekeurd. Afgekort dus, de EDPB zei zelf dat dit advies een belangrijke stap is in de inrichting van een betere naleving van de AVG. Ik kan uw commissie alleen maar aangeven, dit is een lopend proces wat ik nauwlettend volg. Maar ik blijf kijken hoe de certificering op EU-niveau daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en kan worden bevorderd. En ik zal dan ook, wanneer ik weer in Brussel ben, het nadrukkelijk bespreken en ook bespreken met de autoriteit persoonsgegevens. Mevrouw van Ginneke. Ja, het antwoord van de minister is heel relevant als het gaat om het Europese perspectief. Zou de minister ook nog iets kunnen zeggen over wat hij doet of van plan is te gaan doen richting nationale sectororganisaties? Omdat heel concreet allerlei bedrijven het graag goed willen doen, niet zo goed weten hoe. En de achtergrond van mijn vraag was nou juist ook, sector- en brancheorganisaties kennen sectorspecifieke uitdagingen en zouden dus voor al hun leden kunnen helpen die juiste AVG-proof vertaalslag te maken. En mijn observatie is dat dat weinig gebeurt. Ik hoor de minister dat ook bevestigen. Dus daar ligt denk ik nog wel onontgonnen terrein waar de minister energie in zou kunnen stoppen. Minister. Mevrouw de voorzitter, het Kamerlid van Ginneke daagt mij uit om met energie in de juiste richting te smijten. Dat begrijp ik. Echter, ik vind ook dat ik dit met autoriteit persoonsgegevens wil spreken. Bij mij staat haalbaarheid en uitvoerbaarheid centraal. En ook die sectoren. Welke verantwoordelijkheid kan je geven? En hoe kan je met name deze klus oppakken? Ik streef naar haalbare termijnen, want als ik zeg dat ik iets ga doen, wil ik u ook laten zien dat ik het gedaan heb. En daarom ben ik huiverig om ja meteen te zeggen, omdat ik de impact nu niet kan overzien. De laatste dan dit thema, mevrouw van Ginneke. Ja, ik heb de minister ook horen zeggen dat hij morgen met de AP om de tafel gaat. Dus zou ik dan de minister kunnen vragen dit met de AP te bespreken en op korte termijn via brief aan te geven hoe hij sector- en brancheorganisaties kan gaan aanjagen?
Voordat ik allerlei toezeggingen doe, mevrouw de voorzitter. Ja, natuurlijk is dit een onderwerp van aandacht. Terecht stelt u de vraag. Daar ben ik ook mee geopend. Impliceert ook dat dit een onderwerp is van gesprek met de AP. Van hoe kan ik dit laten landen? En dat koppel ik aan u terug. Ik zoek wel daarna om niet allerlei losse brieven te geven over dit thema, maar één brief te geven waarin ik u echt goede informatie geef. Ik stuur erop om alles zoveel mogelijk specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdgebonden te laten zijn in mijn beantwoording. En daarvoor neem ik dan ook de tijd dat het ook ergens staat. Dank. Gaat u verder. Dank u. Er is een vraag gesteld over gezichtsherkenning, mevrouw de voorzitter. Kijk, allereerst wil ik hier nogmaals benadrukken dat de politie geen real-time gezichtsherkenningstechnologie toepast in de openbare ruimte. Ik zeg dat met klem. En binnen de AVG mag gezichtsherkenningstechnologie mag alleen in zeer beperkt aantal gevallen worden gebruikt. Sterker nog, het mag alleen als een uitzonderingsgrond bestaat, zoals bij ondubbelzinnige toestemming. En zelfs wanneer er wel een grond bestaat, mogen de gegevens alleen gebruikt worden als dit noodzakelijk en proportioneel is. Het vorige kabinet heeft u daar met uw Kamer heel veel over van gedachten gewisseld. Het kabinet werkt de strikte lijn van het coalitieakkoord dan verder uit. En uw Kamer wordt daarover geïnformeerd in het voorjaar 2023. En ik vind het belangrijk dat de politie enerzijds de technologische ontwikkelingen volgt en daarbij beoordeelt of een nieuwe technologie toegevoegde waarde kan hebben voor het politiewerk. En dat doet de politie dan in de vorm van een proeftuin. Maar ook als je praat over een proeftuin, moet de politie zich aan bestaande wet en regelgeving houden en aan beleidsuitspraken op dit gebied. Daar geldt het niet iets anders voor. Ik haal ook aan, en daar waar mogelijk zal de staatssecretaris mee aanvullen, dat de concept AI-verordening bijt de bestaande mogelijkheden voor gezichtsherkenningstechnologie niet uit. Maar stelt dan ook verdere beperkingen aan de inzet van real-time gezichtsherkenningstechnologie in het kader van de rechtshandhaving en draagt eraan bij dat het beperkt aantal biometrische systemen dat wel mag worden ingezet, grondig wordt gecontroleerd alvorens deze in gebruik worden genomen. En van mij mag u ook verwachten als minister voor Rechtsbescherming dat ik juist die rechtsbeginselen centraal stel. Mevrouw van Ginneken. Ja, ik probeer dit antwoord even op mij in te laten werken. De AI Act noemt een aantal expliciete uitzonderingsgronden als het gaat om gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Het identificeren van ontvoerde slachtoffers, overduidelijke dreigingen van terroristische aanvallen en het herkennen van criminelen. En dat is zo ruim gedefinieerd dat ik nog steeds heel veel twijfel heb over de waarborgen die dan gelden voor de inzet van gezichtsherkenning door de politie. Dus uw vraag is? Dus mijn vraag aan de minister is, kan hij me iets meer geven dan dat de algemene opmerking dat de politie binnen waarborgen werkt? Wat zijn dan die concrete waarborgen en hoe kunnen wij die als Kamer monitoren en controleren? Minister. Voorzitter, dank u wel. Omdat ik dit verwacht had in deze discussie hierover, heb ik het ook expliciet aan de korpschef gevraagd. Van hoe gaan we ermee om? En de korpschef van de politie heeft mij nadrukkelijk aangegeven dat er geen andere gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt dan het systeem Catch. En die is dan ook getoetst. En dit wordt niet in de openbare ruimte toegepast. Gaat u verder. Dank u wel. Mag ik ook ingaan op de emotieherkenning? Kijk, het kabinet is van mening dat emotieherkenning risico's met zich mee kan brengen. Deze moet in de AI-verordening goed worden gereguleerd. Het kabinet heeft aandacht voor de mogelijke risico's van emotieherkenning en draagt dit dan ook uit tijdens het verdere verloop van de onderhandelingen over de AI-verordening. Emotieherkenning bevindt zich in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling en het is niet duidelijk hoe dit zich gaat ontwikkelen. Je kan wel denken, er zitten kansen aan. Voor sommige doelgroepen kan ik me ook voorstellen. Ik hoef alleen maar te denken aan in de gezondheidszorg hoe je het zou kunnen toepassen. Maar er zitten ook nadrukkelijke risico's aan. Daarom, de huidige tekst van de concept AI-verordening van de Raad stelt transparantie eisen aan het gebruik van emotieherkenning. En in bepaalde gevallen wordt toepassing van emotieherkenning als hoog risico aangemerkt. En dan gelden daar ook extra waarborgen voor. Voorzitter, ik ga door. Dan ga ik naar een vraag van uit Kamerlid Koekoek over de begrotingsbehandeling. U vroeg mij of ik eerder kon komen met de kabinetsreactie.
Ik kan alleen maar komen met de kabinetsreactie in het eerste kwartaal begin 2023. Dat heeft weer te maken met die gedegen beoordeling en weging van de aanbevelingen die heel veel tijd kost. De impact is enorm. Alle departementen zijn betrokken. En welke opvolging aan welke aanbeveling wordt gegeven, kan ik nu dan ook nog niet zeggen. U mag van mij wel verwachten dat ik die onderbouw in de kabinetsreactie. En wat betreft de gevolgen van de verzamelwet, de procedure daarvoor is al te ver gevorderd om nu aanbevelingen uit de evaluatie mee te nemen. Er is al advies gevraagd bij de AP en er is al advies van de Raad van State, u wel bekend. Het is daarom niet mogelijk nu nog nieuwe onderwerpen mee te nemen in deze verzamelwet. Het leidt tot vertraging van de voorstellen die nu gedaan worden in de verzamelwet. Er worden wel enkele aanbevelingen gedaan die ook door mij zijn onbekend en al worden meegenomen in de verzamelwet. Een verzamelwet leent zich niet goed voor meer ingrijpende wetswijzigingen. En aanbevelingen die zullen leiden tot wetswijzigingen worden daarom in een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG opgenomen. Het is meer een procedureantwoord, mevrouw, maar ik hoop dat ik duidelijk ben. Een vraag die gesteld is over waarom publiceren sommige toezichthouders hun handhavingsbeleid wel en andere, waaronder de autoriteit persoonsgegevens, niet. Ik dacht dat die van mevrouw Kamerlid Katman kwam. Kijk, het publiceren van het handhavingsbeleid door toezichthouders draagt bij aan voorspelbaarheid van overheidsoptreden en dan ook aan rechtszekerheid. Ik denk dat dat de onderliggende thema is van uw vraag, als ik het zo mag interpreteren. Het verduidelijkt immers wetten en normen die gelden en het zijn dan ook belangrijke redenen om beleid te publiceren. Maar er zijn ook redenen voor toezichthouders om niet het achterste van hun tong te laten zien. Transparantie en voorspelbaarheid kunnen namelijk ook zorgen voor calculerend gedrag. En je wilt als toezichthouder niet dat door het publiceren van je handhavingsbeleid mensen weten of actoren weten hoe ze aan je toezicht kunnen ontsnappen. Kijk, deze afweging van voor- en nadelen pakt per geval anders uit. Ik weet dat de AP erover nadenkt hoe zij hiermee om wil gaan. En ik zal dit punt dan ook, daar wil ik ook over van gedachten wisselen met de autoriteit persoonsgegevens. Ik vind het net iets te belangrijk. Dan over het onderzoek, het niet willen meewerken van de autoriteit persoonsgegevens. Naar mijn idee vroegen zowel Kamerlid Katman als de heer Bontebal mij deze vraag. Waarom de AP niet wilde meewerken? Kijk, er is contact geweest tussen de autoriteit persoonsgegevens, WODC en JNV. En bij die gelegenheid is geprobeerd juist die zorg van de autoriteit persoonsgegevens over de scope van het onderzoek en de objectiviteit van de onderzoekers, want daar lagen de discussiepunten, de kritiekpunten, zoveel mogelijk weg te nemen. Ik begrijp, of ik kan ze stellen, gewoon, de AP had haar twijfels, of zijn twijfels, ik weet niet of het mannelijk of vrouwelijk is, maar tenslotte heeft ze uiteindelijk wel meegewerkt aan het onderzoek. Dus zo liggen die feiten. U vroeg mij ook over waarom het zo lang duurt. Ik heb net aan... Ja, dank u, voorzitter. Ja, wat ik begrijp is dat de AP niet heeft meegewerkt aan het onderzoek en uiteindelijk wel heeft besloten om te reageren op de aanbevelingen, op de conclusies. Maar dat er meewerken aan het onderzoek niet heeft plaatsgevonden, behalve het wel reageren. Dus uw vraag is... En mijn onderliggende vraag die ik hierbij had gesteld was... een toezichthouder is nogal van groot belang voor deelname van onderzoek. En ook als je de conclusies leest, dan zie je dat bepaalde dingen gewoon niet goed onderzocht konden worden, omdat er geen deelname van de AP was. En waarom er niet voor gekozen is, omdat je gewoon zo lang aan tafel met elkaar blijft zitten, totdat je wel tot een overeenkomst komt waarin alle partijen zich kunnen vinden. Ja, omdat ik het nogal cruciaal vind dat je toezichthouder meedoet en zich daar zijn hang bij voelt. Ja, helder. Minister. Ja, natuurlijk kan ik antwoorden dat WODC natuurlijk onafhankelijk is en het onderzoek ook zo oppakt. En de AP daarin is, dat ben ik volstrekt met u eens, een belangrijke actor. En ik ga ook niet meanderen in mijn antwoord, dat was eigenlijk pertinent. Dat de AP tenslotte wel heeft meegewerkt en ook in de aanbevelingen en daar ook standpunt over ingenomen, daar ben ik content mee. Ze is in beweging gekomen. Dat er veel water in de wijn moest, dat spijt me zeer, want je wilt dat ze van meet af aan betrokken is. Ik heb u net aangegeven waar haar kritiekpunten lag. Tegelijkertijd wil ik ook van de AP weten hoe ze er nu in staat en er nu naar kijkt. Vandaar ook de persoonlijke ontmoeting met de AP, van mij met hen. Mevrouw Katman.
Kort graag. Nou, dat is in ieder geval fijn dat dat dus op de agenda staat met die ontmoeting. Maar waar ik eigenlijk ook naartoe wil, is dat we nooit meer in deze situatie komen. Want hierdoor zijn er dus evaluaties die wij van belang vinden om te beoordelen als Kamer. Die kunnen niet goed uitgevoerd worden, omdat de toezichthouder het er niet mee eens is. Dus het zou fijn zijn als morgen, nou ja, er iets bedacht kan worden, dat we dit in ieder geval niet meer gaan meemaken. En of daar ook over teruggekoppeld kan worden. Minister. De vraag is tweeledig, want u zegt ook richting andere toezichthouders dat we eigenlijk dit moeten voorkomen. En de reden is mij duidelijk. Echter, ik wil eerst die informatie inwinnen van hoe staat ze erin? Hoe gaan we ermee om, hè, naar de toekomst toe? Welk impact heeft het tenslotte over onderzoeksaanbevelingen, onderzoeksresultaten en het vervolg daarin? Als ik dat beeld scherp heb en ik zie dat het impact heeft, ja, dan ga ik het met uw Kamer ook delen. Of hoe ik ermee omga in algemene zin, want dat is het tweede deel van uw vraag, generaal, vind ik een moeilijk punt. Vind ik een erg moeilijk punt. Wil ik eerst mijn gedachten goed over laten gaan, want ik begrijp de essentie van uw opmerking. Dank. Dan even een procedurele vraag. Hoeveel in uw beantwoording heeft u nog staan? Pardon? Hoeveel heeft u nog staan qua beantwoording van de rest? Ik heb nog een vraag of vijf. Oké, dan ga ik voorstellen dat we eerst de beantwoording helemaal laten afmaken en dat we daarna pas eventuele interrupties doen. Gaat u gang. Dank u wel. Dat is geen uitnodiging om een uur lang te beantwoorden overigens, maar dat komt vast goed. Dank voor het vertrouwen. Ja, stand van zaken van de Verzamelwet Gegevensbescherming. November 2022 kunt u tegemoet zien. Veel verschillende onderwerpen worden geregeld in die Verzamelwet. 20-tal wijzigingen in de UAVG. We praten over wijzigingen in 11 andere wetten. Nou, het is een enorme impact. Ik zal nu over uitweiden, gelet op de tijd. Dan heb ik voldoende, denk ik, gezegd over dit onderwerp. Zal ik niet in herhaling vallen? Ja, er is een oproep gedaan door de Duitse minister. Ik dacht dat mijn collega daarop is ingegaan. Ik weet niet of dat in herhaling moet vallen. Dat is eigenlijk een subthema over encryptie. Hè? De zorgen van de Duitse ministers. Die komen grotendeels overeen met het standpunt van Nederland. Blijkt uit BNC-fiche en de brief over de uitvoering van de motie van Raam. Het Nederlandse standpunt met betrekking tot monitoring van kinderpornografisch materiaal en grooming is duidelijk. Het kabinet zal ervoor waken dat het voorstel niet leidt tot algemene monitoring. En met betrekking tot versleuteling heeft het kabinet ook een duidelijk standpunt. Het kabinet zal voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet steunen. Echter, het kabinet ziet voor detecteren mogelijkheden voor het gebruik van hash-databases waarmee onmiskenbaar materiaal van seksueel kindermisbruik kan worden verwijderd van diensten. Staat ook vermeld in het BNC-fiche, daar verwijs ik hem ook naar. En in dit proces houdt het kabinet vast aan het uitgangspunt dat de inbreuk op privacy, veiligheid en de communicatiegeheim alleen plaats mag vinden in gevallen waarin dit strikt noodzakelijk, proportioneel en omkleed met waarborgen is. En ik denk dat dat rechtsstatelijk ook juist is. En daar wil ik dan ook voor gaan staan. Ik zal het daarbij laten. Dan kijk ik even verder, mevrouw de voorzitter. Met een knipoog naar mijn collega. Bent u ingegaan op modereren van de overheid en de verplichting bij de overheid zelf? Ik zal er toch even iets over zeggen. Uitgangspunt is zelfregulering door providers, hosters en platformen zelf. Dat zijn volgens de afspraken die zijn gemaakt rondom de melden en verwijdering. Maar de overheid faciliteert de werking hiervan door op belangrijke thema's, denk aan discriminatie, denk aan kinderporno, meldpunten te subsidiëren die verwijderverzoeken kunnen doen wanneer content strafbaar is. En daar komt nog het laagdrempelige meldpunt bij voor onrechtmatige content. Dat is de uitvoering van de motie van NISPE. En die moet in 2025 operationeel zijn. Moderatie door de overheid zelf vindt alleen plaats bij terroristische content en online kindermisbruik. Dat gaat verlopen via de autoriteit terroristisch en kinderpornografisch materiaal, die een verwijderbevel kan vorderen, maar ook een boete kan opleggen als de content niet wordt verwijderd. Het onderwerp is behandeld. Dan kijk ik. Ik ga toch in op de autoriteit persoonsgegevens. Ik ben ingegaan. Ja, is het wel verstandig, een vraag van u, van de voorzitter, mevrouw Rajkowski. Als VVD-Kamerlid moet ik eigenlijk zeggen. Ja, melden ze te straffen met onderzoek of boete? Verklein je dan de meldingsbereidheid? Zo heb ik uw vraag geïnterpreteerd. Kijk, het is een keuze die de AP heeft gemaakt om zijn handhavingsbeleid in te richten. Ik snap de keuze van de AP, maar ik snap ook uw opmerking. He, dat je een melder niet wil straffen voor het melden van een datalek. Echter, een datalek melden is verplicht volgens de AVG. En er worden nauwelijks onderzoeken door de AP opgestart naar aanleiding van gemelde datalekken. En de kans dat de werkwijze van de autoriteit persoonsgegevens leidt tot het beperken van de meldingsbereidheid, zie ik dan ook als klein.
En als een onderzoek wordt opgestart, eventueel leidend tot de sanctie, dan is er ook echt wat aan de hand. En is actie van de AP vereist. U weet dat u moet komen met een beleidsreactie op de AVG-evaluatie. Daarom wil ik er nader op ingaan en die krijgt u in het eerste kwartaal 2023. Dan is mij ook gevraagd over het KPMG-rapport 2020 over het nieuwe zaakvolgsysteem. Investeringen in automatisering in de bedrijfsvoering om met meer datagericht te werken. Ontwikkeling zaakvolgsysteem is gestart. Meer datagericht werken is mede afhankelijk van de doorontwikkeling van het zaakvolgsysteem. Ik ben in gesprek met de AP over de voortgang. En met de verplichte ZBO-evaluatie in 2023 zullen we uw Kamer ook nader informeren over de voortgang. Dan heeft u het in een document. Volgens mij heb ik dit punt net behandeld. Volgens mij heb ik alle punten nu behandeld, mevrouw de voorzitter. Dank. Ik heb ze eigenlijk hier ook allemaal staan. Hebben we nog even nog iets gemist in de Kamer? Nee. Nog wel een interruptie. Oké, dan doen we die met mevrouw van Ginnik en dan gaan we daarna over naar de tweede termijn. Ja, want ik had inderdaad niks gemist, maar ik ben heel blij dat de minister heel stevig zegt dat hij end-to-end encryptie niet wil aantasten. En het voorbeeld wat hij noemt van de hash database is naar mijn idee een hele mooie technologie om wel opsporing te ondersteunen van bijvoorbeeld kinderporno zonder end-to-end encryptie aan te tasten. Dus ik ben daar ook wel voorstander van. Dus ik ben heel blij met deze heldere positie. Mijn vraag is, gaat de minister dan samen met zijn collega uit Duitsland, die zich hier op Twitter over heeft uitgesproken onder andere, actief in de EU bepleiten end-to-end encryptie niet aan te tasten? Want dat is binnen de EU nog geen gelopen race. Ja, gaat u gang, minister. Er is een JBZ-raad 8 december. En ben ik voornemens dat met hem te bespreken. Hoe we hiermee omgaan. Er komt ook nog een schriftelijk overleg gepland over de motie van Raan. Die geef ik ook maar even mee. Oké, dan gaan we over naar een tweede termijn. Vanwege de tijd ga ik voorstellen dat elke partij maximaal 1 minuut krijgt. En dan ga ik dit keer daar streng op handhaven. En maximaal 1 interruptie onderling. Want dan 1. En de heer Bontebal heeft net natuurlijk alle rechten en plichten al uitgebreid toegelicht. Dus je kunt gewoon verwijzen. We gaan het gewoon zo doen. Mevrouw Bachelik, zou ik bij u of bij uw collega beginnen? Want u had net even een... wat vindt u? Kan ik bij u beginnen? Oh, yes. Ja, oké, is goed. Ja, dan beginnen we bij u. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de bewindspersonen en hun teams voor de beantwoording van de vragen. Ik heb 1 vraag ter check, want ik moest heel eventjes weg. Dus misschien is hij aan de orde geweest. Maar ik heb een vraag gesteld over gezichtsherkenning in gecontroleerde omgeving. Of tenminste tussen haakjes. Gecontroleerde omgeving, wat dat dan nou is. En hoe we gaan waarborgen dat mensen niet uitgesloten worden van fundamentele plekken, om het zo maar te zeggen. Volgens mij is die niet aan bod gekomen, maar ik dacht ik check het even. En hetzelfde geldt voor... Nee, dat was hem. Ja, dank u wel. Daar kan ik u wel even helpen, want misschien wilt u dan nog, want u heeft dan nog even tijd over. Er is net inderdaad gezegd dat er gezichtsherkenning alleen in proeftuinen plaatsvindt bij de politie en niet in openbare ruimte. Dus heeft u daar dan nog een afvullende vraag over? Ja, gaat uw gang. Nee, daar zat ik nog wel bij, maar ik dacht ik wacht even gewoon het hele blokje af. Waar ik specifiek naar verwijs is in de brief van, ik had hem aan de staatssecretaris gesteld. Dus nou ja, goed, misschien is daar de verwarring. Er stond letterlijk dat in een gecontroleerde omgeving wel gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt. En de vraag van, of tenminste de beantwoording ging specifiek over de politie. Maar dat was niet mijn vraag. Helder, die over experimenten, die kwam volgens mij van uw collega van D66. Ja, dan gaan we daar nu... gaat uw gang, mevrouw van Ginneke, voor uw termijn. Ja, dank. Ik heb de minister horen zeggen inderdaad dat er geen experimenten in de openbare ruimte plaatsvinden met gezichtsherkenning. Dat politie alleen gezichtsherkenning gebruikt in het catch-systeem, wat de politie ook al een hele tijd gebruikt. Dus ik ben ook wel benieuwd naar welke... Kan de minister voorbeelden geven van experimenten die de politie dan binnenshuis, naast het gebruik van het catch-systeem, dan toch nog wel doet? Want dat heb ik de minister ook horen zeggen. Dus dat is mijn vraag. Verder ben ik blij met de toegezegde update van de mate waarin de overheid AVG toepast. Een veel bredere update dan de 25 organisaties waar D66 in 2021 over vroeg. Dus heel blij mee. En ik kijk uit naar het gesprek van de minister met zijn Duitse collega over end-to-end encryptie. Dank, mevrouw Koekoek-Volt. Dank, voorzitter. Ook veel dank aan de bewindspersonen en de ondersteuning. Ik vond het een mooi, goed debat, interessant debat ook. Ik heb nog
Eén vraag, met name richting de staatssecretaris, omdat we het even hadden natuurlijk over de DSA en de Code of Practice. Ik vond het trouwens ook fijn dat de staatssecretaris meteen een aantal dilemma's aangaf en ook een aantal brieven waarin dat soort dilemma's, waar nader op in wordt gegaan. Maar over die Code of Practice, de vraag die ik daar nog over heb, het is mijn begrip dat dat een vorm van zelfregulering is, wat niet dat uiteraard goed is, denk ik. Wat vanaf 1 januari ingaat, want dan hebben de ondertekenaars, tot dan hebben de ondertekenaars tijd om te implementeren. Mijn vraag hierbij is, hoe gaat dat er vervolgens uitzien? Hè? Gaat dat niet te ver bijvoorbeeld uit elkaar lopen? En met name ook, wie gaat dan handhaven? Omdat in het voorbeeld van de staatssecretaris gaf over die twee rode vakjes, kwam het handhavingsverzoek zeg maar vanuit het ministerie. En ik denk dat het juist belangrijk is dat dat los is van een overheid. Dus ik vraag eigenlijk om een voorschot, hoe gaat de DSA werken? En wat ik me ook nog kan voorstellen is dat meegaat in de brief over desinformatie die nog komt. Dank, voorzitter. Ja, dank. Mevrouw van Weerdenburg, voor uw inbreng. Ja, dank, voorzitter. Ik heb op zich geen vragen meer of nieuwe opmerkingen. Ik kijk uit naar de stukken die we nog krijgen. En vooral de werkagenda kijk ik reikhalzend naar uit. En daar zullen we deze discussie natuurlijk voortzetten. En ik spreek de hoop daarbij uit dat de heer Bontebal dan ook zeker weer aanschuift. Want zoals we vanmiddag gezien hebben, is het veel leuker en veel interessanter en veel nuttiger om een discussie te hebben met verschillende meningen. En nou ja, ik hoop dat dat op Twitter ook weer kan binnenkort. Dank. Dank, die was charmant. Leuk. Mevrouw Kwaadman. Ja, dank aan de staatssecretaris en de minister voor de beantwoording. Eén, die zit me toch gewoon nog niet lekker. Dat is die AP. Want als ik dan lees, een tweede reden waarom een beschouwing op de UAVG, de toepassing van de wet en de handhaafbaarheid daarvan lastig is, heeft volgens onderzoekers te maken met een beperkte medewerking van de toezichthouder aan het onderzoek. Daardoor moest om de AP heen worden gewerkt bij het doen van case studies, lala. Maar, en is ook dus de invalshoek van de AP kon slechts in beperkte mate doorklinken. En dan hebben we het over een onderzoek wat wij graag als Kamer willen hebben. En een toezichthouder die niet mee wil werken. En toezichthouders heb ik gewoon hoog zitten. We hebben in dit huis vaker debatten over de positie van toezichthouders. Die hebben niet voor niks een onafhankelijke positie waarvan we hun mening hoog moeten aanslaan. Nu is er gelukkig een gesprek, maar ik zou iets meer dan dat ik net van de minister heb gehoord concreet willen weten hoe we deze situaties gaan voorkomen. En wat ook dit zegt over de positie van de toezichthouder. Dat we niet zomaar in de wind kunnen slaan als er niet mee wordt gewerkt aan onderzoek, want het doet gewoon de kwaliteit van zo'n belangrijk onderzoek geen recht. Ja, dank, de heer Bontebal. Dank, voorzitter. Het is mooi om te zien dat de minister fan is van Black Mirror. En een van de afleveringen, ik dacht derde serie, is Nosedive. En die gaat speciaal over social media. En met name dat de hoofdpersonen elkaar steeds moeten waarderen met cijfers van 1 tot 5. En het gaat volgens mij niet zozeer over hoe de overheid jou bekijkt, maar hoe mensen elkaar onderling bekijken. En dat is precies ook een effect wat we zien bij het geven van vinkjes op social media. Ik denk dat dat van alles doet met onszelf, maar ook met onze jeugd. En dat was ook mijn punt, denk ik, in het eerste stuk. Hebben wij goed door wat nieuwe technologie, wat social media doet met ja, de hygiëne van de samenleving? Wat het doet met generaties die nu opgroeien? Ik maak me daar zorgen over. Er wordt wel eens gesproken over de hedonistische tredmolen als bekend psychologisch effect. Dus mensen die hebben even een geluksgevoel bij wat meer geld of inderdaad bij dat vinkje op Twitter. Maar wat doet het op de lange termijn met mensen die misschien uiteindelijk heel eenzaam zijn? Dus mijn vraag is steeds, en nou, daar sluit ik mee af, voorzitter. Nieuwe technologieën kunnen effecten hebben waar we over 10, 20 jaar pas van echt zien wat dat heeft gedaan. En volgens mij is dat de maatschappelijke discussie die we echt nog veel beter moeten voeren. Nu zitten we vaak in de techniek, maar dit soort maatschappelijke discussies moeten we ook durven voeren. Dank u wel, voorzitter. Dank. Dan draag ik het voorzitterschap weer even over aan mevrouw Van Ginneke. Aan mevrouw Van Weerdenburg draag ik even het voorzitterschap over. Dat mag ook, dank. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Rajkowski van de VVD voor haar inbreng in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Soms is politiek ook improvisatie, dat is helemaal niet erg. Even kijken, dank ook aan de beantwoording van beide bewindspersonen. Met name die cookies van derde overheidswebsites. Het klinkt soms heel klein, maar ik denk dat het een mooie stap is die de staatssecretaris gaat zetten. VVD is ook erg benieuwd naar de right to be offline, hoe we daar verder invullingen aan gaan geven met alle praktische uitdagingen, kan ik me zo ook voorstellen, maar ook dank daarvoor. Verder over de AP ga ik het voor nu even laten, maar daar gaan we volgens mij nog vaak genoeg over praten. Het is voor de VVD gewoon erg belangrijk, weet je, ook al is het melden van data lekker verplicht.
Het valt natuurlijk niet altijd op als je het niet doet. Dus daar zit voor ons wel een spanning. Dus als blijft voor de VVD belangrijk dat ook de AP door de maatschappij omarmd wordt. Want uiteindelijk staan zij ook in diensten van de maatschappij en doen ze eigenlijk iets moois voor ons allemaal. Dus als u dat mee kan nemen in toekomstige gesprekken en brieven, dan graag. Dank. Dank u wel, mevrouw Rajkowski. Ik zie geen interrupties. Dan geef ik u nu het voorzitterschap weer terug. Dank. Dan kijk ik naar rechts voor schorsing voor tweede termijn. Hoe lang zal u? We gaan dan meteen over naar de beantwoording tweede termijn aan de kant van de bewindspersonen. En dan geef ik als eerste het woord aan de staatssecretaris Van Huffelen. Ja. Nou, misschien heel kort even naar aanleiding van de vraag die nog gesteld is over de Code of Practice, want dat was het belangrijkste en het punt van de heer Bontebal. Dus dank voor het debat. Kort en goed over die Code of Practice. Dat is inderdaad een zelfreguleringsvorm, maar die wordt wel verplicht onder de DSA. En dat maakt dat het nu weliswaar begonnen is als zelfregulering. Het is ook nog een keertje aangepast. Maar dat het ook daadwerkelijk een verplichting gaat worden. En dat is er denk ik belangrijk aan. Want dat zorgt ervoor dat het niet alleen maar een vrijblijvend kader is op basis van onderlinge afspraken, maar ook daadwerkelijk moet worden gehandhaafd. En dat wordt ook gedaan door de toezichthouder van de DSA. Dus het is niet een vrijblijvend stuk. Het wordt ook daadwerkelijk gedaan. Overigens, wat ik in de eerste termijn zei, blijft het natuurlijk ontzettend belangrijk om te zien hoe die contentmoderatie onder de DSA ook daadwerkelijk uitwerkt. En daarom is ook transparantie en inzicht en ook de mogelijkheid voor onderzoekers om daar op te volgen en te kijken, en NGO's, natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dank voor verder alle vragen en het debat. Het onderwerp wat mij betreft over de grondrechten en de mate waarin die in de digitale wereld een rol spelen is echt super belangrijk. Ik ben het eens met de heer Bontebal dat we waarschijnlijk nog niet voldoende beseffen hoe belangrijk dit debat ook daadwerkelijk is. Voor mijzelf is het vaak zo dat ik terugdenk aan de tijd dat ik voor het eerst in mijn carrière werkte aan het onderwerp CO2-reductie. En dat was in het begin van de jaren 90. Toen was dat echt een onderwerp wat nog maar heel weinig mensen bewoog. We weten nu hoe dat onderwerp groter is geworden, belangrijker, maar vooral ook hoe de effecten van klimaatverandering een rol spelen in onze maatschappij. En we nog regelmatig terugdenken aan, hadden we niet eerder aan het werk moeten gaan op dit onderwerp. Dat zou op dit onderwerp ook kunnen spelen, maar ik denk dat we er nu met elkaar wel bij zijn. Om het goed te hebben inderdaad over dat vraagstuk, wat gebeurt er nou in die digitale wereld? Welke technologieën zijn er? Hoe worden die gebruikt? Wat zijn daar de risico's van? Wat zijn er de kansen van? Welke partijen spelen hier een rol? Hoe ziet die markt eruit? Hoe ziet de marktmacht eruit? En ik denk dat het dus ook belangrijk is dat we in de komende tijd heel scherp met elkaar en ook in deze commissie over dit onderwerp blijven praten. Wat zijn nou precies die rechten waar we het over hebben? Worden die voldoende beschermd? Hebben we het genoeg in de gaten wat er gebeurt? Dus heel goed dat we dat vandaag uitgebreid hebben gedaan. En ik hoop vooral dat ook in de komende tijd te blijven doen. En met u kijk ik uit naar het volgende debat op 14 november. Wanneer we ook wat meer kunnen inzoomen op de werkagenda en alle acties die het kabinet wil uitvoeren. De vraag die er is over die gezichtsherkenning, die gaat mijn collega aan de rechterzijde nog verder beantwoorden. Dank u wel. Dank. Dan had de heer Bontebal nog een vraag over de impact van social media op generatie op de samenleving. Ja, nee, kijk, ik ben gewoon blij met het antwoord, omdat het gewoon de erkenning er is dat dit gewoon maatschappelijke discussie is waar we gewoon nog lang niet klaar mee zijn. Dus ik vraag niet om allerlei toezeggingen dat het nu geregeld moet worden. Volgens mij hebben we veel vaker het debat. Maar nog één punt, kijk, er is die Amerikaanse socioloog Jonathan Haidt, ik heb er wel eens vaker naar verwezen, die schrijft op dit moment best wel verontrustende artikelen over tegelijkertijd de opkomst van nieuwe technologie, maar ook wat bijvoorbeeld in de Amerikaanse samenleving gebeurt op bijvoorbeeld jonge meisjes. Het aantal zelfmoordpercentages wat stijgt. Hij zegt terecht, ik kan geen causaliteit aantonen, maar ik zie wel een correlatie. En hij zegt, we kunnen pas onderzoek misschien na 10 jaar doen om echt aan te tonen dat er ergens een causaliteit is. Maar we zien nu een correlatie, zijn we niet over 10 jaar te laat. Dus vanuit een voorzorgersbeginsel zou je dan niet toch al eerder moet kijken wat je moet doen. En dat soort vraagstukken, hoe adresseren we dat? Hebben wij misschien zelf in de Kamer ook extra onderzoek nodig om dit soort dingen goed al nu al in de kaart
te hebben. In plaats van dat we over 10 jaar ja, die causaliteit kunnen aantonen, maar dan de maatschappelijk probleem niet tijdig hebben kunnen aanpakken. De staatssecretaris. Nou ja, wat mij betreft moeten we het dus ook gewoon aanpakken. Want we zien al de negatieve gevolgen van wat er gebeurt online. En we zien de gevolgen, de ondermijning van... We zien die desinformatie, de ondermijning van instituties. We zien de schade die het heeft op gezondheid van mensen. We zien gaming, verslavingen. We zien dat mensen en vooral jonge kinderen ongelooflijk veel uren per dag besteden aan online actief zijn. En dat kan soms heel nuttig en heel goed zijn. Maar er zitten ook hele schadelijke en potentieel schadelijke kanten aan. Zij, we zien eigenlijk het tegenovergestelde, de schadelijke gevolgen van het beleid van deze genocidale overheid. Dus dat wil ik toch even interrumperen. Bijvoorbeeld een Biden die zegt, you can't get COVID if you have these vaccinations. En dan daarna beweert dat hij positief getest is, dus COVID heeft. Dus hij heeft gelogen, net als Fauci en Trudeau en anderen. En die hebben allemaal geen excuses aangeboden. Dus dan is het maar goed dat er sociale media websites zijn die dat kunnen belichten. En eigenlijk hoort NOS, wat sommigen het nepnieuws onder staatstoezicht noemen, die hebben eigenlijk ook een rol om de overheid te bekritiseren. En dat is eigenlijk, lijkt dat helemaal weg te zijn. Het lijkt meer een propaganda-arm geworden te zijn van een genocidale overheid die meedoet aan de genocidale klimaatzwendel, oplichting, fraude. Klimaatzwendel van Al Gore betaald door George Soros. Meer daarover in mijn vorige uitzendingen. Maar goed, laten we nog even verder naar de afsluiting luisteren. Ik hoop dat ik uw naam goed uitspreek. Boucherit? Oké. U stelde mij de vraag van hoe zit het met gezichtsherkenning? Wat is een gecontroleerde omgeving? Kijk, een gecontroleerde omgeving is een proeftuin. Maar die proeftuin moet wel voldoen aan de wet en regelgeving. Dat zijn de strikte normen, kaders. En daar toets je het ook op. Daar bekijk je het ook op. Vervolgens werd mij een vraag gesteld, aansluitend op uw vraag, vanuit mevrouw van Ginneken, van wat doet de politie dan binnenshuis? Zo heb ik uw vraag geïnterpreteerd. Ja, daar kan ik geen antwoord op geven, want dat weet ik nu niet. Dat wil ik schriftelijk beantwoorden binnen 2 weken. Dan is de vraag gesteld over de autoriteit persoonsgegevens. Eigenlijk opmerking van het Kamerlid Katman, die eigenlijk een quote aanhaalde en mij nadrukkelijk vroeg van mooi, maar rapporteer ook terug, want wij hechten waarde aan die onafhankelijke positie van die toezichthouder en dat hij dan ook participeert in onderzoek. Dat deel ik met u. Ik heb dezelfde mening en dezelfde opvatting daarover, vandaar het gesprek. En dat leidt er ook toe dat ik in de beleidsreactie die u krijgt van mij in het eerste kwartaal 2023 daarop terug wil komen op papier. Ja. En dan omarm ik eigenlijk de opmerking die... En geen woord over die cyberaanval aangekondigd door Joe Biden 7 maanden terug. It's coming, heeft hij gezegd. Dus er moeten nu moties worden ingediend om ook ervoor zorg te dragen dat er niet alleen continuity of government coke is, maar ook cost continuity of society. En zodat criminele elementen binnen de overheid, bijvoorbeeld landverraders die met WEF zaken hebben gedaan, dat die worden gearresteerd en een verdere teloorgang van Nederland wordt stopgezet en tegen wordt gegaan. De overheid wordt op 11 november gepubliceerd en met de Kamer gedeeld. Voor het einde van... Instemmend gekuch. Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief over desinformatie, samen met de minister van WZK. De Kamer ontvangt nog een brief met de laatste stand van zaken over ransomware-aanval. Dat gaat over de IDware. In de binnenkort ontvangen werkagenda wordt ingegaan op de digitale grondrechten en plichten. Naar aanleiding van de vraag van de heer Bontebal. En daarin komt ook, heeft mevrouw van Weerdenburg gevraagd, regie over eigen gegevens. Dan gaat de staatssecretaris komt ook nog terug naar de Kamer over het recht om offline te zijn. Misschien wel dezelfde brief, dat gaan we zien. Even kijken, dan waren dat de toezeggingen van de staatssecretaris. Dan ga ik naar de toezegging van de minister.
De eerste. In januari wordt het rapport van het WODC over de naleving van de AVG met de Kamer gedeeld. En de kabinetsreactie volgt 2-3 maanden later. De tweede. Deze maand kan de Kamer de verzamelwet gegevensbescherming ontvangen. Verwachten. Ja, deze maand nog, dat klopt, hè? Ja. Ja, ik denk dat je wat betreft desinformatie eigenlijk een onafhankelijke instantie moet hebben die geen financiële belangen heeft, geen contacten met corporaties en anderen die financiële belangen hebben. En dat er ook een gebied is, een grijs gebied van dingen waarvan je niet kunt aantonen dat het wel of niet zo is. En dat moet dan eigenlijk wel gezegd kunnen worden. Zolang ze niet kunnen aantonen dat het niet waar is. En ook moet het mogelijk zijn om er iets aan te doen als die instantie verkeerd bepaald heeft dat het mis- of desinformatie is. Zodat de waarheid niet geblokkeerd kan worden en er bijvoorbeeld geen genocide, geen massamoord kan plaatsvinden. Ze zijn denk ik klaar. Ik heb weer gelijk. Oké, nou dan ga ik omschakelen naar het outro screen voor mijn outro, dus. Tja, het is duidelijk dat het verschrikkelijk is, al die maatregelen. En dat gasprijs en elektriciteitsprijs gigantisch zijn gestegen. In 2 jaar tijd verzevenentwintigvoudigd. Van 30 naar 800 euro de elektriciteitsprijs in megawattuur volgens het NOS. Ik heb die grafieken ook eerder laten zien. En het is duidelijk dat de staat hoort te zorgen dat wij kunnen voorzien in onze basisbehoeften. Een dak boven ons hoofd, voedsel en energie. Zodat we deze winter niet in de kou komen te zitten. En dat het crimineel is om zo'n gigantische hoge prijs te vragen en dan kruimeltjes terug te geven, 2 keer 190 euro. Terwijl voor sommige mensen de energierekening misschien met duizenden euro's is gestegen. Dus het midden- en kleinbedrijf, of midden- en lagere inkomensgroepen en het MKB, die gaan eraan kapot. Midden- en kleinbedrijf is daarna helemaal weg en dan blijven alleen de corporaties over. Dus het gaat eigenlijk om een kul, een overname, een machtsgreep, een corporaat fascisme en landverraad. Meer daarover in mijn vorige uitzendingen. Bedankt voor het kijken. Cursor voorzien, dames die het leuk zouden vinden. En vrede zijn met u allen, waar u ook mag gaan of staan. Het is een goed idee om te zorgen dat mensen genoeg vitamine en mineralen binnenkrijgen. Vooral vitamine D, C, D en vitamine A. En meer daarover in mijn vorige uitzendingen. Dus ik denk dat diëtisten daar wel mee eens zijn. Genoeg mineralen en vitamines. En quercetine schijnt ook heel goed te zijn. En dat zit in kappertjes, vitamine D, in kastanjechampignons, zonlicht, en zink in bio-organische eco-tofu en oesters. En vitamine C natuurlijk in de kiwi. Die zit barstensvol vitamine C. Mensen kunnen me altijd skypen als ze een leuk gesprek willen hebben of een uitzending samen willen doen. En ik hoop dat mensen de belangrijke informatie verspreiden. Kennis is macht, dus om macht terug te geven aan het volk, heeft het volk meer kennis nodig. En dat probeer ik te verspreiden in mijn uitzendingen om die ontvolking naar 500 miljoen te voorkomen. En juist een perfecte samenleving te creëren in plaats van een fascistische, communistische, totalitaire superstaat. Een nieuwe wereldorde.
waarbij corporaties bepalen wat het beleid is in plaats van het volk. Wat daar enorm onder zal lijden, geen bezit zal hebben als ze die cyberaanval, die onrechtmatig is natuurlijk, omdat het gepland is, met voorbedachte raden wordt gedaan door de inlichting- en veiligheidsdiensten. Als ze die niet kunnen voorkomen, ja, dan kan het zijn dat ze zelf ook geen bezit zullen hebben en insecten moeten eten om te overleven. Dus het is beter om de teloorgang van de samenleving, de beschaving, te voorkomen dan om helemaal opnieuw op te moeten bouwen en zonder bezit door het leven te moeten gaan. En verder moet er dan ook zorg voor worden gedragen dat die mensen zelf ook geen bezit hebben. Dus de elite mag dan ook geen privéjets meer hebben en geen villa's en dat soort dingen. Dus er moet voor zorg worden gedragen dat de grootste vervuilers het meeste moeten betalen. En het gaat dan om BP en Shell, de mensen die het meest verdienen van deze koolstofbelastingzwendel, aan deze zwendel, oplichting, fraude. Waarover meer in mijn vorige uitzendingen. Ik denk dat ze van plan zijn om het internet helemaal te vernietigen en een nieuw internet op te starten. Wat helemaal door de overheid, waar mensen geen privacy meer hebben. En waarbij veel mensen dan ook niet meer op het internet aanwezig willen zijn. Ook omdat het te gevaarlijk kan zijn als iedereen je adres kan zien en zo. Dus dan wordt het eigenlijk een heel ander medium van de overheid om mensen tot slaven te maken en hun wil op te leggen. En de overheid is natuurlijk een rechtspersoon, net als de burger bijvoorbeeld. Dus meer in mijn vorige uitzending. Graag liken, subscriben en verspreiden, de belangrijkste informatie. En ik hoop dat u de volgende keer weer kijkt op het YouTube-kanaal met de naam Play. Ik ben Uwe Goffman. Vrijheid, liefde, geen dictatuur, medische keuze. En we zullen opkomen voor onze vrijheden en die verdedigen. En natuurlijk teruggaan naar de echte normaal. Niks geloven van wat de massamoordenaars en landverraders ons vertellen. Die hebben te vaak gelogen. Dus niet meer intrappen. Laat u niet beetnemen. En laat u niet kisten. Over en sluiten.